Ah, gooi maar eruit, hoor. We zijn eruit. Oké. Okay. Even kijken. Yes. Goed. Hallo allemaal. Ik ben Arjan. Aan de andere kant zit Louis. Ja, we gaan het weer proberen. We gaan het weer proberen, maar u ziet het al in beeld. Er staat bij in sommige regio's zijn de servers misschien druk, omdat het nogal druk is. Ja. Dus laten we hopen dat het een beetje meevalt. We gaan gewoon beginnen met een nieuw potje in Europa. Als het niet werkt, kunnen we altijd nog naar Azië of Amerika, denk ik. Airbus, hey hoi. Ik heb al ready gedaan. Ja. Oké, okay, ja, ik nu ook. Dan gaan we zien waar we uitkomen. Het is inderdaad druk. Nou, ik... oh. Maar is er iets bijzonders dan? Is het dat het vanavond zo druk is? Weet ik niet. Nee, het is gewoon vrijdagavond zo. En er zijn wat aankondigingen deze week geweest, hè? Voor, voor de nieuwe map launches ook al dus, een test geweest, misschien hè? Dat er gewoon wat ja. Ik zag er iets voorbij komen. Dat de desert map al in de testing... Maar dat is in de testing server natuurlijk, hè? Ja, nee, precies. Maar dat zal waarschijnlijk wel het volk trekken, gok ik. Dat zou wel cool zijn. Ja, de neiging is... de neiging is er dan wel om... om even te kijken natuurlijk. Maar aan de andere kant... Ach, ja. Ik heb ook wel geduld om even te wachten tot... wat is het ook alweer? Zoveel december? Komt hij uit? Ik zie DJ Games er trouwens bij. Van, ik zie iemand die heet... Oh, Q. Goedenavond, Q. Q. Airgame. Samuel van der Hoeven. Leuk dat jullie er zijn. We gaan ons best doen vanavond, mensen. Eens nou. Kijken. Milta is een optie. Milta maar... is gewoon weer lekker een optie. Dan moeten we wel even... trouwens, hè? Nou, hij moet er wel de voegde parachute uit schieten, denk ik. Ja, dat is dat wordt lastig, man. Ik denk dat we eerder dan naar de quarry kunnen gaan, als ik het zo bekijk. Oké. Okay. Denk je niet? Maar kijk wat een afstand, joh. We moeten helemaal... Ja, nee, ik snap het. Dat wordt weer... Dat halen we ook niet. Dan doen we de quarry wel. Ja, de quarry... Hij is gemarkeerd. Okidokie. Goed. We hopen dat er steeds niemand er naartoe gaat. Ja, zul je net zien dat de kring... Ja, ik zie heel weinig mensen bij springen, Arjan. Ah, dat gaat erin. Zitten er genoeg mensen binnen? Ik ga eruit. Ik ook. Waar moet ik heen? Oh, ik zie meteen iemand... Waar is hij? Ja joh, achter je. Aan die kant, man. Ja man, ik ben hem helemaal kwijt, joh. Sukkel. Ik zie nog wel andere mensen springen trouwens, hé. Ja, ik zit al te kijken. Hoewel, die gaan niet naar de quarry. Die gaan niet naar de quarry. Niet naar de quarry. Nee. Gaan we dit redden? Ik denk het wel. Jawel, makkelijk. Ah joh, dat ga je zeker redden. Er zijn nog gasten veel verder, joh, zie je dat? Oh, die zijn natuurlijk gewoon daar uitgesprongen. De vliegtuig is daar ongeveer overheen gekomen. Die stad daar bij het water is toch wel populair nog, volgens mij. Ja. Je hebt zo'n map, hè, met hotspots. Dat soort dingen. Die zeg ik heb vandaag bijgeleerd bij geschiedenis over Alan Turing. Wat een held. Ja, die naam ken ik. Maar je moet me even helpen. Ah nee, hè. Moet kijken waar ik nou weer uit beland. Ja, ik laat gewoon, weet je, we pakken onze tour en we verzamelen weer dingen. Voor de deur, dat scheelt. En dan hoop ik dat ik eens keer wat cools pak. Het eerste wat ik pak is een twee keer scope. Ja, dat heb ik precies nog, hetzelfde. Iets om, oh ja, een rugzak, dat is ook wel lekker. Dat is het beste. Lichter. En verder. Altijd goed. Nee, het is nog niet veel soeps van mij aan mijn kant. Backpack level 2. Ik pak ook SMG shit mee hoor, voor je. Cool. Ik hoor al schieten, jongen. Behoorlijk schieten daar achter de berg. Daarom dus. Ik heb een Tommy gun, dus daar moet ik het maar even mee doen dan. Wat ben je aan het doen, Arjan? De nieuwe desert map is op de test server. Ja, dat zeg ik. Ja. Ja, we kunnen het zo even proberen, Meijer. Ik heb dit test server niet geïnstalleerd. Oh, moet je dat apart installeren? Yep. Oh, ik dacht dat je het gewoon kon kiezen uit de serverlijst. Nee. Oh, oké. Okay. Ja, nou weet je, dan komt dat wel een keer. Ik heb ook, weet je, ik heb er niet zo'n haast mee.
Ik speel hem graag zodra iedereen hem al getest heeft. Hey! Oh, ik dacht even dat ik gastig loop, sorry. My bad. Dat vind ik het fijnste moment om te spelen. Nee, hey, helemaal vest. Heb je dat laten liggen of had je er alleen? Ik heb een umpje gepakt. Oeh, lekker. Tom zegt, ik geloof dat Steam het automatisch doet. Nou, dat weet ik niet hoor. Nou, ik ga hierboven langs. Als je dingen voor de ump hebt, dan... Kijk. Even zien. Ik heb echt van alles. Maar nog niet wat ik wil. Nog geen normaal wapen bijvoorbeeld. Ik hoor een hoop schieten. Hoe zit het qua cirkel? We zitten prima qua cirkel. Maar dat betekent wel dat de mensen in het zuiden zometeen hier langs gaan komen. Dus we moeten wel een beetje op onze hoede zijn. Ik heb nog niet eens een normaal wapen, joh. Ik loop nog steeds met een pistool. Ah, hier liggen gewoon drie rugzakken bij elkaar, wil je dat wel geloven? Maar geen wapen. Wat een stom gedoe. Nou, ik heb hierboven nog. En een helm heb ik ook nog niet. En natuurlijk was de man die wiskundedocent op universiteit was in de oorlog Duits communicatienetwerk kraakte en bijna het hele computerkunde heeft begonnen. Oh ja, 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 precies. Ja. Nee, maar nu zegt, komt me wel bekend voor. Voor mij is ook wel een film over hem gemaakt, dacht ik. Is The Beautiful Mind niet op hem gebaseerd? Of ben ik nou helemaal verkeerd? Ik dacht dat het zoiets was. Het is gebaseerd op iemand. Ah, kijk eens aan, AKM'tje. Lekker. Kan ik het niet meer oppakken? Dan gooien we even deze rakkers weg. Neem we deze weer mee. Twee keer scope erop. Kan ik nog meer opklappen? Ik denk het niet. Nee, niet echt. Ja, het is allemaal... Ja, je bent back. Je bent back. Wat is er? Je bent er terug. Hoezo, je bent er terug? Hoe bedoel je? Ja, Discord was heel erg crap. Oh, oké. Okay. Nou, gelukkig hebben de mensen... Oké, hier ligt een AKM boven. Ik heb een AKM net opgepakt. Oh, dan neem ik de bullets mee. Ik heb een M16 A4, als jij bullets daarvoor vindt. Ik houd het in de gaten. Heb ik wat van die bullets? Nee, ja, wel wat. 60. 60, 5, zoveel bullets. Oké. Okay. Dan haal ik wel even mooi, een AKM aan. Ik heb dan... Ik zou... Ja, ik heb 4 keer scopes, ik heb alles. Dan weet je dat. Lekker. Nou, ik heb nu 2 keer scope erop. En een koekenpan. Daar doen we het voor. Als je een silencer voor een umpje... Zo. Je bent allemaal beneden helemaal al geweest. Ja, ja, precies. Ik ben ik sta op het punt om naar die huizen te gaan waar we wel vaker heen gaan, weet je wel. Heb je allemaal bullets laten liggen, man? Hier ligt gewoon een M416. Ligt waardig de M416? Hier beneden. Maar ik... Ja, daar ben ik nog niet geweest, man. Ik ben er naar boven gelopen. Oh, oké. Okay. Nou ja, ik doe het nu wel met die AKM dan. Ik loop... Ik zit even te denken om naar het huis te lopen daar weer. Weet je wel, aan de overkant. Hierboven ligt er eigenlijk niks meer van waarde. Wacht, er ligt gewoon echt een M16 hier, joh, man. Ja, nee, ik heb een AKM, joh. Anders moet ik weer helemaal terug. Daar heb ik geen zin in. Neem even zoveel mogelijk bullets voor je mee. Voor je AKM'tje. Jesper, hey Arjan. Hey Jesper. Ik ben even weer naar die huizen gehobbeld. Ik heb nog een helm level 2 gevonden. Shit, man. Nee, oh, heb jij die gevonden nu? Nee, dat is Oh, ik dacht dat ik dat ook gemist had. Nee, 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 ik heb een normale helm op. Hij kreeg omdat hij homoseksueel was een gevangenisstraf of vrouwelijke hormonen innemen. Hij koos voor vrouwelijke hormonen en zijn brein kon daar niet tegen. Ja, dat is allemaal een triest verhaal volgens mij, die man. Triest verhaal. Even kijken. Jongen, ik ben echt
geen bergbeklimmer. Kan ik ook wel vertellen. Kan ik u wel vertellen, ja? Ik kan u wel vertellen. Een bergbeklimmen, jongen, dat is niet... ik kom wel uit het land van de zeven heuvels, maar dit is... not my cup of tea, so to speak. Kijk, ik heb hier een M16 nu. Oké. Maar wat ga je doen? Ga je die AK rocken of die M16? Ik ga die M16 rocken. We hebben meer kogels voor een AK nu. Nou, nee, want ik heb nu inmiddels ook 150 M16 kogels. Is dat een suppressor voor een... Is dat voor de AKM of voor de... Weet ik niet. Dat kon wel eens voor een umpje zijn wat ik hier heb. Ik heb voor mij allemaal meuk voor een umpje. Nee, SR. Shit, nope. Oh, dat is een... dat is voor een... sniper rifle. Ja, nou, als we hem vinden... Kan ik hem meenemen? Want dan... ik drop even mijn bullets. Heb je nog vier keer scope nodig, trouwens? Op zich wel leuk, om erbij te houden. Nou, hou maar bij je, ja. Nee, om dat erbij te hebben. Maar ik heb nu twee keer erop zitten. Dat is ook wel een grappig ding. Ik zou wisselen ook proberen te wisselen af en toe. Ja, precies. Als het uitkomt is dat natuurlijk wel prettig. Waarom ligt hier nou een... Heb je nog AK-bullets nodig? Nee, ik heb geen AK, hè. Nee, dan heb je er ook niks aan natuurlijk. Nou, dit is hier ook niks meer verder, denk ik, als ik zo heb gekeken. Hier liggen nog bullets voor een... Als je nog een... Als je er nog niet genoeg van hebt, hoeveel bullets heb jij? Ik heb er nu, met deze erbij, heb ik er 150. 150 heb ik er nu. Mooi zo. Dat is echt veel. Dat is meer dan zat, joh. Al deze dingen... Ik heb, als ik een umpje vind, dan kan ik hem wel lekker uitbreiden. Ja, ik heb een umpje. Ja, nee, maar goed, als ik die vind, bedoel ik. Of dat jij dat umpje lekker houdt. Ik heb alleen geen... ik heb 150 kogels van. Hier ligt nog een boostertje. Een boostertje? Waar? Wat? Oh ja, ik heb al 3 energy drankjes, dus kun jij wel meenemen. Ik kan hem niet meer meenemen. Moet ik even kijken wat ik moet dumpen dan. Hoe zit het met mijn cirkel eigenlijk? We zitten nog steeds mooi. We kunnen wel even naar de blauwe marker gaan weer, een beetje richting het noorden. Ja. Ambert, goedenavond. Godverdorie jongens, Ambert Smeders. Daar heb ik, Ambert Smeders is, die ligt misschien wel... Weet je, Ambert die zit nu in de chat. Dat is, vroeger was dat een van mijn beste vrienden. En sinds kort hebben we elkaar op Facebook, zeg maar. Motor, wat is het? Maar Ambert ligt misschien wel aan de grondslag van wat ik hier nu al een paar jaar doe. Zeg maar, met dat gamen. Ambert heeft mij, als het ware, toen ik een jaar of 10, 11, 12 was, game verslaafd gemaakt. En daar hebben we dit alles aan te danken. Ergens wel. Ergens heeft hij de vonk. Dus dan leer je nog eens wat, hè. In al die jaren dat ik dit doe, mensen die hier al heel lang zijn, die hebben dit dus nooit geweten. Maar Albert Smeders is the man with the plan. En hij is ermee begonnen. Moeten we dat huis rocken daar zo? Nick. Dat huis, ja, laten we dat eens doen, joh. Ik heb er een goed gevoel bij. Echt niet. DJ Games, oh, dat was niet David. Dus David? Nee, joh, want dat was ik al lang bezig, man. Ik gamed al. ik gamed al lang daarvoor, joh. Ja, ik speelde vroeger Louis altijd met Albert thuis. Die had een MSX. Ja, MSX 1 of 2. Ik heb nog steeds die liedjes. Hij had een MSX, hè? Ik niet. We hebben zo maar vaak had hij gespeeld. Een MSX 1 of 2? Hij had een MSX 1 en 2. Heeft hij ze allebei al gehad. En ik heb nog steeds, en met bandjes ook in het begin, jongen, ik weet het allemaal nog. En hij had ook zeg maar, die muziek. Helm level 2 voor je. Ik ken ze echt allemaal uit mijn hoofd, jongen. Een van de tofste, Treasure of Users. Dan, 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 Oh, mensen, jongens, dit is echt oude meuk, hoor. Heb je ook wel Maze of Galleons gespeeld? Jongen, alles, jongen. Ik heb alles mee heb gedaan. Briljante game. En toen werden we neergeschoten door dit zingen. Ja, precies. Ja, goed. Dus, het zijn slechte manieren om dood te gaan. Oh,
Oh ja, dat is wel heel dichtbij. Kijk! We pakken het huis hier in de overkant nog even. Kan dat nog? Ja. Komt wel heel dichtbij zo. Huh? De Basje van de Energy Drank trouwens, hè? Ja, ik kan nog een haken. Hoe kwamen we hier net vandaan? Nee, toch? Nee. Maar er ligt ook een Vest level 2. Oh, Vest level 2. Had je dat al? Nou, die had je al. Nog niet. Oké. Okay. Goed hoor. Medkit. Bam. Not enough space. Wat kan ik nou? Ik weet niet of Amber dit allemaal gehoord heeft, hoor. Misschien is hij al lang weg. Riep je goede avond en is hij weer gesmeerd. Maar ja, man. Echt leuk was dat. Oh, er komt een zaag. Oh, komt die zaag. Ga nu naar boven. Waar is die son of a bitch? Die stopt hier, man. We hebben al de deur weer dicht gedaan, toch? Hoewel, nee, ze rijden door, man. We gaan ze heen. Was dat een Lada of een Jeep? Ja, daar rijdt een Jeep. Op het zuiden. Ja, hij is al achter de berg verdwenen. Oh, oké, prima. MSX'je, hoor. Wat een spelcomputer. Wat een... Ja. Echt, joh. Alles. Weet je wat ik ook zo tof vind van de MSX nog? Ik kwam er vroeger... was echt het simpelste ooit. Ik heb echt niks met voetbal, hè. Maar Konami Soccer... Ja, Konami Soccer. Echt... Dat is goed. Dat effect schieten met dat balletje. Fenomenaal was dat. Ja, fenomenaal. Zo goed. Echt. Dutch Gamer 78 zegt MSX Forever. Zo is het. Ja, ik had er geen. We hadden vroeger helemaal dat niet, jongen, thuis. Ik ja, was zo, ik, de eerste spelcomputer die ik zelf kocht, dat was de Game Boy toen ik 12 was. Ja, de Master System 2. De Master System 2, die had mijn broertje ook. Ja, Alex ook. Kid, hè? Alex Kid, jongen. Oh, daar was ik. Dat vond ik echt zo erg. Alex Kid zat ingebouwd in de Sega Master System 2. Mijn broertje had die ook. En ik had liever dat mijn broertje een Nintendo kocht. Ik was van Nintendo kamp. Net geen Mario. En hij was van het Sega kamp, zeg maar. Dat was dan echt. Dat was of Nintendo of Sega. Er zat niks tussenin. En ik was dus van het Nintendo kamp. En dan heb je dat Alex Kid. Dat zat als een game die zat ingebouwd in de Master System 2. Dus als je er geen cartridge in deed, en je zette hem aan, dan kreeg je standaard. Rock, paper, scissors, jou. Ik werd zo boos van dat spelletje, want het was gewoon echt de Dark Souls onder de platformers, jongen. Dat was echt niet oké. Goed, wat gaan we doen hier? SWS Zware Wous. Hi Arjan, zin om vanavond misschien een game te doen? Ik ben op dit moment bezig met een game, Zware Wous. Rick zegt, hey Arjan, ik ben er weer. Hoe gaat het streampje? Nou, we zijn nog niet dood, Rick. Ik had het even tegen iemand in de chat. Jars is er ook bij, zie ik. Ik had het even tegen Ambert in de chat. Maar Ambert die is alweer vertrokken, denk ik. Want ik vertelde even over Ambert. Die zei even goedenavond. En dat was een oude vriend van mij. En dat is, maar het is wel grappig. Daar heb ik wel eens vaak over nagedacht. Dat, zeg maar, Ambert is echt de reden waarom ik het hele game zeg maar, helemaal fantastisch ben gaan vinden. Wie nog even kind. In? Zijn vader, jongen. We hadden alles. We gingen naar beurzen ook gewoon, hè. Ik ging gewoon met hem mee met zijn vader naar beurzen. Naar HCC-beurs. Nee, joh, nog veel eerder, joh. Naar MSX-beurs in Breda. Ik weet nog, en dan kocht hij allemaal van die obscure software. Ik weet nog dat hij kocht DiskStation. Ken je dat? Wat van de MSX? Ja. Ja. En dat waren een soort van shareware-achtig iets, was dat volgens mij. Zonder dan demo's op en muziek. En hij had ook zo'n FM. Hij had zo'n FM-mod in zijn MSX. En alle MSX klonken gewoon als piepjes. En met die FM-module had je echt gewoon super gaaf MIDI-stereo geluid, zeg maar. Ik weet niet meer precies hoe het zat. Maar dan maakte Albert ook muziek in, zeg maar. Ik heb ook wel muziekjes met hem gemaakt. Met zo'n fast-tracker-achtig idee, weet je wel. Ja, oh, man, wat een tijden waren dat, jongen. Dat was echt awesome. Zullen we even afwachten wat de cirkel gaat doen nu? Oh, Albert heeft wat gemist. Nou, Albert, ik ga even 5 minuten niet over je praten. Als je dan even een minuutje of 10 terugscrollt vanaf het moment dat jij goedenavond zegt, dan ben je weer even bij. Ja. In Zandvoort, ja. Even een pack. Geef maar weer een gil als je bij bent. We zitten nog steeds knettergoed in de cirkel, maar zometeen moeten we wel gaan. Ik snap niet dat hier niemand naartoe gaat, joh. Hoe kan dat nou toch? Ja, dit is geen hotspot. Nee, het is geen hotspot. Moet kijken. Oh, nee, het is geen hotspot. Maar even kijken wat die blauwe cirkel nu gaat doen. Ja, dat zeg ik net. Sorry. FM-pack en een music module. Ja, mooi man. Wat mooi was dat. Wil je nog Minecraft, Arjan, wordt er gevraagd. Ik ging hoesten en niet vanwege het feit dat je het over Minecraft had. Oeh, we moeten gaan. Ja, ik heb gaan. De marker even naar het noorden gezet. Zullen we maar meteen vertrekken? Het is nu nog rustig, rustig hier. Nee, ik heb niet. Ik ga vanavond. Ik had nog wel zitten twijfelen als Louis niet. Als Louis geen zin had om. Had jij nou een marker gezet? Nee, ik had Marker. Ja, jij hebt marker gezet, maar we moeten die kant op. Als Louis geen PUBG had willen doen, dan had ik waarschijnlijk met jullie even een quizje gedaan vanavond. Op de
It's quiz time. Maar Ruby had wel zin in PUBG. Dus dan is het voor mij ook makkelijk, dan doen we dat gewoon. Moeten we een beetje uitkijken hoor, want it's getting frisky risky. Frisky risky. Dit zijn van die heuvels, jongen, waar iedereen op ligt. Ja, er ligt een lotenstel. De lotenstel. Daar, beneden, op het noorden, op noordwesten. Die hebben ons denk ik ook te zien. Die kwamen uit die buggy. Is dat zo? Yep, hij liep daar. Ja, die hebben ons misschien ook wel gezien, joh. Liep vanuit de buggy naar noord 345 ongeveer. Maar ja, die stomme hoge bomen zitten ervoor. Ja, ik zie ze rennen. Is dat heel ver? Zijn ze op de heuvel op? Ja, ik zie ze niet, joh. Ik had die bomen net voor. Ze zitten nog steeds op Noord 15 zitten nu. Wacht even. Ga zitten. Moet ik gaan zitten? Nee, ik zit tegen die gast. Ga nou zitten. Hij zit. Ik kan hem net niet zien. Fuck. We moeten wel door, man. Hier is de cirkel trouwens al, hè? Hoor dit al. Achter ons wordt geschoten. Komt iets aangereden. Ja, ik zie ze op het dak daar, nu van het gebouw. Shit man, ik moet even die scope van hebben. Welk gebouw? Van het gebouw waar ik nu zit aan te kijken. Het gebouw op het noorden, het planetarium daar. Of het observatorium daar. Als ik nu ga schieten, dan weten ze dat we hier zitten. En zij hebben nu een betere positie dan wij, zeg maar. Dus ik denk dat het niet handig is om nu... Waar ben jij? Ja, ik ben achter jou nog, want er staat ook een jeep. Schiet op ons of niet? Nee joh. Oh man, ik heb echt de zin om hem te schieten, man. Zullen we aan de rand van de swamp gaan lopen hier zo, in die huisje hier beneden? Zal ik gaan schieten op ze? Zal ik gaan schieten? Nee, of zal ik het niet doen? Ze houden gewoon dat hele stuk in de gaten. Ja, laten we maar die kant op gaan. Ik denk dat we gezien worden, man, als we nu gaan lopen. Ja, ze gaan ons zien sowieso. Dan zijn we hier nu, zeg maar, achter die heuvel verdwijnen. Ja, dat bedoel ik. Oh, sorry. Ik ben er half bij, zeg maar. Ja, dat heb ik door, ja. Wat ik wel mis is het, zegt DJ Games, is het oude expeditie. Expeditie eilandgroepje toen je beste vrienden met Rick was. Ik ben gewoon goede kennissen met Rick. Altijd al. Het is een prima gast. Oh shit. Oh ja. Hier. Kunnen ze pakken, man. Hey. Ja, ik probeer even. Ze houden de boel goed in de gaten. Ik ga achter deze steen. Ik ga schieten op ze hoor. Komt eens aan. Oh shit man. Dichtbij. Schiet op mij hoor, ik ben al genokt. Ja joh, ik ga je hartstikke aan nu man. Die gast met die jeep gaat voor mij en dood. Nou, ik hoop dat jij het beter doet. Er staan hier heel veel gasten nu bij elkaar. Kijk uit. Er zijn twee teams. Oh, pak hem nog een keer. Zijn we burst, joh? Nee, ik ben wel dood. Dat is mooi. Lekker, jongen. Wat gebeurt hier dan? Hoezo wordt het beeld grijs? Weet ik niet. Mijn beeld wordt zwart-wit. Heb jij het ook of niet? Heb jij gewoon kleur? Nee, nee. Ja, ik heb zwart-wit, ja. Hoezo is dit? Oh. Je moet gaan lopen, man. Je hebt geen tijd te verliezen. Ik weet het. Nou, dan heb je nog een slokje van de ander. Je moet gewoon lopen. Je moet echt nu lopen. Anders ga je het niet redden. Zo ver is de cirkel. Je moet dan ga je me dood. Maar zo ga je ook dood. Ga ik ook. Ik vind het raar dat mijn beeld zwart-wit is. Oh, nu is het ineens weer kleur. Waar zit hij? Oh!
Nou, daar hebben we geen tijd meer aan te komen. Ja, dat dacht ik al. Ik denk, ik kan beter blijven zitten tot hun gaan rennen. En dan nog wat schieten, weet je wel. Ja, ja. In plaats van hun zelf gaan... Voor het eerste potje hebben we best lang rondgehuppeld. Ik heb in ieder geval een keel. Denk tactisch eromheen. Ik had verwacht dat de cirkel hun kant op zou gaan, eigenlijk. Ah. Ik zat gericht op die gasten in het observatorium. En toen kwamen die lui met die jeep eraan. Die zagen mij al staan. Dus die hebben die jeep voor mij geparkeerd. Tussen mij en die gasten in het observatorium. En toen was het gebeurd. Oh, wacht even. Even cancel. Is het dan wat? Nu, zeg maar... Oh, we gaan nog even door. Ik wou zeggen, is... Gaat het goed? Ja, ik moest even hoesten. Is het wijs om die testservice te doen? Als dat niet apart geïnstalleerd hoeft te worden. Jawel, ik heb echt een regel eronder voor testserver. Oh, echt een test. Oké. Kijk maar eens in Steam. Nee joh, maar dat vind ik dan prima. Maar dan ga ik het ook niet doen joh. Dan gaan we het lekker gewoon wachten tot het in een normale game komt. Exact. Ja, dat zei je vroeger ook altijd. Een slokje van de herfstander. Ik vind het grappig. Als je 13 bent, dan snap ik dat je voor vroeger... Jouw beeld bij vroeger... Dat is heel anders dan mijn beeld bij vroeger. Vroeger, en dat is 3-4 jaar geleden voor jou... Dat voelt bijna als de helft van je leven. En bij mij is 3-4 jaar geleden... Ah ja... Ongeveer hetzelfde als dit. Dat is van de afgelopen 10 jaar is hetzelfde ja, als dit, man. Het is niet zo'n verschil. Dus... Ik vind het grappig dat je vroeger... Ik snap het hoor, dat mensen wel vaak... Ja, vroeger kwam ik hier ook op dit kanaal. Dan... Luister, vroeger is wel voor mij een beetje voor de kinderen, zeg maar. Ja, nee, maar ik snap dat mensen heel vaak... Je leest heel vaak onder video's van... Oh, ik ben weer terug op dit kanaal en ik heb hier al... Vroeger kwam ik hier ook altijd. En ik snap het, want als jij zeg maar 13 bent en je kijkt mijn video's, zeg maar... In 2012, 2013... En je bent nu 18... Dan heb je heel wat meegemaakt al. Dus dan ben je al volwassen eigenlijk... En dat is zeg maar, toen kwam je van de basisschool. Ah Jan, als we vroeg jumpen, gaan we naar Milta. Nee, op Milta, kijk, denk je? Dat redden we nooit, man. Maar kijk hoe dat gaat. Dat gaat gewoon weer over de quarry, man. Dat gaat gewoon over de quarry. Ja, Milta is er weg, man. Dat is de helft van het eiland. Oh, hier. Shelter ben ik ook al wel voor te porren, hè? Maar dat hadden we nu al uitgenoten. Ja, maar dit shelter is, vind ik net iets te weinig... Nou, dan gaan we weer uit deze hoek. Ja, prima. Nee, dat redden we makkelijk, joh. Even kijken, op... En ik ga 3, nu... 3, 2, 1, go. Oh, waar is hij nou weer? Doei. Dus op testen dat het beeld eruit komt. Hé, ja, Ambet. Ambet, we hadden eerst de MSX2 en dan de MSX2+. Oh ja, die laatste was een NMS8250 met twee floppy draaies. Oh, ja, die heb ik nog wel. Mooi, man. Jarst, ik ben bijna 50, hoor. Cute. En Airbus zegt, ik kijk je al sinds Minecraft 1.3. Die moet er nog uitkomen. Wat heb ik er nou, zit ik er nou zo naast? Ik dacht dat wij begonnen met Minecraft op de kanaal, was het nog volop in beta, joh. Ik denk dat wij begonnen met Tilia op Minecraft 1.9. Ja, dat kan ik het zeggen. 1.9 in de beta, hè, was dat. 1.9. Ik ben gewoon uitgeput als het gaat om Minecraft, jongens. Dat is het grootste probleem op dit moment. Ik weet echt niet wat ik moet doen. En dit is zo lekker. Het is gewoon even hersenloos. Ik heb voor laatscherm.nl een heel stuk, een heel lofzang geschreven voor PUBG. Dit is echt het jaar, ik had nooit verwacht dat ik een Game of the Year zou hebben. Een shooter als Game of the Year. Ik ben helemaal niet van de shooters. Ik kan het niet, weet je. Het is gewoon... Allemaal heel lastig. Maar weet je, die onkunde van ons maakt dit weer leuk, hè? Nee, ja, precies. Dat zorgt... Precies, dat is het ook. True that. Kan ik dit hier eens op kwijt? Yes. Nou, ik heb nog steeds... Ik heb een helm, ik heb een vest. Ja, ik heb een Vector en ik heb... Is dat een Vector? Of zeg ik het niet? Oh, nee, nice. Ik heb een VSS. En een M16. Ah, dat vind ik niet echt cool, maar oké. Okay. Nee, ja, goed. Het is beter dan niks, Het is hè? Beter dan helemaal niets, hè? Zo is het ook weer. En zo is het ook. Ambert kreeg nog Backpackers 2.0. Oh ja, de Big Black Backpack. Ja, ja dat heb ik nog steeds staan. Dat kunnen we echt zo met z'n allen gewoon opstarten. Het is echt gewoon een kwestie van, of tenminste met z'n allen. Ik heb het nog staan, ik kan niet spreken voor de andere jongens. Maar het is gewoon een kwestie van surfje draaien en we zijn weer online daarmee. Maar ja, weet je. Dat zijn wel leuke dingen. Dat is ook wel leuk. Ik vind, dat zijn de Minecraft dingen die ik dan nog wel leuk vind nu om te doen. Gewoon verkennen. Maar ik ben qua bouwen, jongen, ben ik helemaal leeg, man. Ik weet niet meer wat ik moet maken. Ik weet ook niet meer. Die eerste twee uur vind ik te gek. Tot ik iets van diamanten aan heb. En dan denk ik, nou, oké, en nu? Dat... Ja, dat was. We zijn er alweer. Ja, we zijn klaar. Maar zo gaat het echt.
dat zijn ook wel periodes. En normaal gesproken zijn die periodes bij mij altijd iets van, nou, laat zeggen een half jaar of zo. Dat ik gewoon een half jaartje even mee klaar ben. Het houdt nu alleen wel eventjes een poosje, zet het nu wel even een poosje door. Misschien is het gewoon nu gebeurd, man. Met Minecraft. It's done. Hey, qua cirkel zitten we buitengewoon ongelukkig, Meijer. Dus ik denk dat we op de 2,5 minuut ongeveer moeten gaan lopen. Ja, maar ik heb nog helemaal geen wapen. Echt nog helemaal geen wapen. Nog geen backpack zelfs heb ik. Nee, backpack heb ik ook nog niet trouwens. Ik zit niet goed omheen te kijken. Dat is echt een beetje onhandig. Ik vind alleen maar kogels en... Oh, hier ligt een AKM. Hier, waar ik ben. Ja, neem maar mee. Ja, nee, neem maar mee. Ik heb een... Nee, die neem ik mee, want ik heb een VSS. Dat boeit me ja, dat is echt niet cool, VSS. Oh. Zo, AKM gaat mee. Oh jongen, echt, het ligt ook helemaal echt. Ja, je kunt het treffen, dat hebben we Milt ook wel eens gehad. En dan ga ik wel even hier naar boven. Geen wapen ook, weet je wel. Ik denk, even een backpack alleen al. Hoe moet ik dit allemaal meesjouwen, joh? PUBG, dinsdag op de Xbox One. Dat betekent dus ook dat we dinsdag... Krijgen we dan ook dinsdag 1.0 op de PC? Dat denk ik wel of niet. Dan zal dinsdag ook die map wel gewoon beschikbaar worden, lijkt me. Ik dacht dat het later in de maand was. Nou. Hier ligt een vest trouwens, Meijer, als je dat nog nodig hebt. Ja, nee, vest heb ik wel, maar ik moet een backpack. Ik heb geen één backpack. Nee, ik heb ook geen backpack. Wel een helmpje level 2 nu inmiddels. Dat is wel lekker. Maar volgens mij ligt daar... Net vond ik hier gewoon 3 backpacks, hè, daar op deze plek, waar ik nu ben. Ja, nou ja, precies. En nu vind ik er... wel geteld 0. Jemige. Dit is wat is je noemt. Uzi? Is het een Uzi? Een dikke vette pech. Nou, Uzi's. Nee, maar... Oh man, met Ambert, hè. Ambert had het net over die MSX. Mooie tijden, jongen. Mooie tijden. Ik heb van Ambert namelijk... Ik denk dat was Ambert, want ik heb laatst... laatst ging het om... Of was dat vorig jaar of zo? Vorig jaar voor een van de artikel ging het over... ik weet niet meer op welke site het was. Of dat nou Gamer was, Power Unlimited of... Geen idee meer, maar... Het ging over dierbare spelletjes, zeg maar. En wat ik hier nog heb liggen, is voor de Game Boy. En voor de mensen die afvragen, Game Boy. Dat is dit ding, zeg maar. Heb ik hier nog liggen. The Secret of Mana. Nee, dat zeg ik niet goed. Vierkoop. Hoe heet die ook alweer? Final Fantasy Adventure? Secret of Mana is het. Final Fantasy Adventure in... Voor de Game Boy in elk geval. Ik weet niet precies hoe die heet. Stom, hé. Mystic Quest, dat is hem. En die heb ik in een doosje met een complete schatkaart erbij, zeg maar. En aantekeningen die ik als jongetje van 12 tot maakte. En die heb ik toen overgekocht van Ambert. Want die was er klaar mee. Dus toen dacht ik, nou, dan wil ik hem wel van je kopen. En dat was echt een van mijn tofste jeugd game ervaringen. Naast Link's Awakening, de andere Game Boy game. Echt een van de tofste games. Ik heb mijn Game Boy toen weggedaan, maar die game kan ik niet kwijt. Die doe ik nooit weg. Dat is echt gewoon mijn dierbare spelletje. Ik denk dat vroeg of laat die game met doosje en die complete schatkaart erbij, dat het ook nog wel wat waard gaat zijn. Dus als ik dan ooit het loodje leg, dan kunnen die gewoon Marijn dat lekker op eBay gooien als ze dat leuk vinden. Dan boeit het mij toch allemaal niet meer tegen die tijd. Maar man, wat mooi hoor. Ik heb zoveel gave dingetjes ontdekt in die tijd. Ik heb ook 2 jaar van school ermee vergooid met gamen. Dus ook nadeel heb zijn voordeel en andersom. Ik heb nog 6 geen rugzak, Meijer. Hey. Ik ook niet. Ik kan helemaal niks bij me. Dit is echt janken, dit. Want ik zie allemaal dingen liggen. Ik denk, ja, leuk, maar laat maar liggen. Er liggen nog blikjes drinken. Gaan we weer naar het huis? Ja, ik kan niks pakken. We hebben de tijd verkletst. We moeten gaan rennen nu. Well, let's go. Ik heb de tijd verkletst, sorry hoor. Ik vind het zo grappig dat Ambert zijn hoofd om de hoek steekt. Dan ben ik helemaal echt van mijn apropos. Dan moet ik niet de school bij Anne leggen. Heen? Ja, naar de stippenlijn. Oh shit. Oh. Er staan hier nooit bommen op het veld. Daar moeten we eerst een heel veld over. Maar ik denk dat we die niet gaan redden, joh. Hey. Nee, dat gaan we zeker niet redden. Die blauwe cirkel komt dan, man. Ik berg mijn wapen op en ik ga hard rennen. Stond er niet een voertuig hier beneden? Waar, bij de dinges? Ja, zeker wel. Aan het begin van de... Aan het begin van de quarry. Ja, dat kan, want dat is een spawnplek. Daar kan wel eens wat spawnen. Ik heb alleen niet opgelet op wat stond. Kijk jij daarna, ren ik door. Truck. Nee, is niks. Oh. Rap. Ik,
ren naar dat dorp wat daar zit. Die game was geniaal. Ja, dat was echt geniaal. Mystic Quest. En die heette dus Final Fantasy Adventure in de rest van de wereld. Ja, zijspan staat hier. Of is het een motor? Maakt niet uit. In beide gevallen zijn we gered. Ja, kijk, dat is die spawnplek. Wat een geluk weer. Heel fijn. Nou, kom maar, Jan. We hebben geen rugzak, maar wel een motor. You are my driver. Ik ga vast een... Ja, ik zet hem zo dicht mogelijk in de cirkel. Ik ga gewoon weer in rechte lijn. Veranderen. Control 2. Of Control 3, afhankelijk van waar je wil zitten. Yes? Right. Ja, map. Ja, heb ik nog gedaan. Moeten we heen? Oh, je hebt al. Godverdorie, zeg. Gewoon rechte lijn. Als we nu genikt worden, jongen, dan... Ja, als iedereen die hier nu nog is, die gaat dood. Even kijken of die dropt. Maar die game is echt fenomenaal. Oh shit, het is onhandig. Tussendoor. Oh, ik raak een slip, man. Ik raak een slip. Oh, ja, jongen. Dat is echt. Als hij één keer in de slip raakt, dan kun je er niks meer aan doen. Dat is echt die ondergrond. Dat wordt allemaal meegerekend, volgens mij. Wordt het weer zo'n avond? Wordt het weer zo'n avond? Ja, ik heb een borreltje op, dus misschien scheelt dat ook nog wel. Ja, daarom praat je zoveel. Don't drink and drive. Nee, ik praat zoveel omdat Amber om de hoek zijn kop om de hoek steekt. En het bij mij een kettingreactie aan meuk van vroeger oproept, man. Ik snap het. Hij is echt serieus. Hij is echt. Ik maak geen grapjes. Ik zeg dat hij aan de bron ligt van mijn hobby. Zeg maar. De hobby zoals hij nu is. Het is gewoon. Het is echt. De vonk is daar gelegd. Bizar. Dit is allemaal niet scheef. Nee, dat komt goed. Nice job. Nee, loop naar gasten. Kijk. Rechts van je. Jeep. Jeep. Ik zie hem. Ik ga wel even deze kant op. Oeh, dan gaan we de klip af. Ik kan jou niet schieten. Waar is de jeep? Nee, die zal daar wel ergens gestopt zijn misschien. Geen idee. Ik hou de kust even een beetje aan, denk ik. Gaat het trouwens naar het eiland? Het gaat naar het eiland, hé. En niet hier gestaan, joh. Nee, we moeten een boot hebben, man. Ja, we kunnen wel even naar de kust rijden. Dat bedoel ik, maar we moeten wel een boot hebben. Oh, joh, je rijdt gewoon op meteen heen. Gewoon damage. Nou, gassen. De damage te zien was je grote thema. Ja. Je moet het niet afrijden, hè? Voor je weet rijd ik zo de dingen af. Nee, joh. Even kijken of hier een boot staat. Ja. Er staat hier een boot. Gaan we dat jumpen, dat stuk? Oh. Ja, ik neem de motor wel. Oh, ja, maakt niet uit. Ik heb ook gewoon damage, hè? Zodat ik in het water van de motor afspring. Oh, dat is een pons. Ik ga even onder water. Als we instappen, moeten we weg. Hoe ver ben jij? Ik zwem naar je toe. Ik ben onder water aan het zwemmen, hè? Ademhalen. Pas op, als je boven komt, dan gaan ze schieten. Ademhalen. Zijn ze naar die boot aan het kapot schieten? Toe, ga in die boot nu. Ja, zie je? Ja, kom. Oh shit, we gaan dood in de boot. Dood in de boot. Nee, Meijer. Ik wist het, jongen, dat het zou gaan gebeuren. Stonden ze aan de zijkant. Bastards. Ja, maar ze stonden daar ook gewoon, hè. Ja, maar ik ga er natuurlijk niet verder zonder jou, hè. Er zijn nog 50 in leven. Dit is wel... Veel te veel, ja. Ga maar naar de lobby. Veel. Ik ga zo naar de lobby. Ik ga even kijken of ik met mijn... Of ik even het water over kan... Waarom stok nou uit die boot hier? Schieten? Ja, nee, dat ligt bij jou zeker te drijven in dat krat. Ja, exact. Op de doos staat dat het spel 2 MB groot is. Ik ga niet meer naar de quarry, jongen. Echt. Ja, kun je... Wat dan? Omdat we vanavond... We hebben ook in Muta wel een slechte moment. Oh, hier, daar lopen ze. Dat ga je niet redden, maar... Ja, links onder. Ja? Ah, hij is daar achter het heuveltje, zat hij daar. Misschien klimt hij er zo meteen op. Oh, daar komt de volgende buggy aan. Hier beneden. Op de rand van de... Ja, daar ja. Zie je hem? Dat is hem. Ik probeer rekening te houden met bullet drop, maar het is mij allemaal niet... Ja, maar dan moet je veel verder ervoor uit. Ah, Jan. Ja, ik doe mijn best, man. Ja.
denken in centimeters, hè? Hier, yeah, hey, daar komt die andere gast in. Ik heb geen munitie meer, man. Er is veel te... Reload je andere gun en doe die scope daarop. Oh ja, laten we dat eens proberen. Waarom ben ik nog niet doodgeschoten, Maaier? Omdat jij ver weg bent. Oh, had ik hier de scope, hè? Oh nee, ik heb hier de scope. Dit is de M16. Oh ja, die is beter. Die schiet nog, ja. Ja, daar schieten. Dat zijn ze. Kijk, zie? Yes, hij doet het. Oh, een bootje. Oeh, die kan ik ook doen. You're hunting. Raakt er nou een beetje, gast. Waarom raak ik er nou niks van? Ja, omdat je er niet zo raakt. Ja, hallo, bullet drop. Ik hou er... ik raak er wel een beetje soms. Ja, maar kijk waar je kogels vallen. Kijk waar je kogels vallen. Oh ja, nu word ik doodgeschoten. Ja, van rest. Oh ja. Verbaas me nog dat ik er zoveel heb kunnen wegtikken nog. Ja, ik wou het zeggen. Alle mensen. AKM's voor clones race binnen 100 meter. Ja, joh. Ja, dat weten we, dat weten we, dat weten we, jongens. Dit is echt mijn gymdocent, het Meijer. Oké. Okay. Oh, lichamelijk, ja, god, natuurlijk. Ja. Ja, LO, maar ik denk, ik vertaal het. Ga je vast vertellen, dat ben ik. Precies. Ben ik. Het is hij. Top Leclerc. LO staat ook voor Louis Onderwijs. Jolanda is Lego World aan het spelen met Matthijs. Die game heb ik gekocht toen hij net uitkwam. Ik ook. In de beta en, nog. Even gespeeld. En toen dacht ik, ja, dit is maar echt te zandbakachtig. Er zit geen uitdaging in, geen verhaal, geen goals, helemaal niks. Ik was daar heel snel mee klaar. Ik denk, ik ga niet hele Lego bouwwerken maken. Dat ging nog. Dan kun je beter Minecraft spelen. Toen die echt uitkwam, hè, want jij hebt net zoals ik zeg, in het beginstadium gekocht. Maar toen die echt officieel gelanceerd werd, kwam er wel een verhaallijn in. Hè? Oh ja, zit er een verhaallijn in? Ja, ja, ja. Oh, oké. Okay. Een beetje verhaallijn in, ja. Nou ja. Komt niet later. Ik weet inmiddels hoe het voelt. Ja. Ik ben net bijgekomen van zo'n. Van een paar van die schoten. Nee, nee. Nee, niet meer drinken, Arjan. Dan wordt het alleen maar slecht. Dan ga je weer niet opletten. Ah, joh. Nou, ja, en nu... Muta is er nu een valide optie. Milta time. We kunnen ook gewoon in de military base gaan, maar... Ik denk niet dat wij dat overleven. Nee, jongen. Echt. Ik heb al eens... In de laatste avond heb ik kijken eens een keer een stream van iemand, zeg maar. Die het spel speelt. Het niveau, jongen, van die gasten. Ik neem aan dat die gasten, dat soort gasten ook niet met ons wordt gematcht, mee. Ja, maar echt, serieus. Denk je wel? Nee, natuurlijk. Ik hoop het niet. Want als je Doctor en Shroud ziet spelen, jongen, dat is gewoon niet normaal meer. Die gasten, die hebben een 8 keer scope op hun wapen. Blijven vervolgens heen en weer lopen en springen. Maar weten nog steeds iemand te raken. Zonder stil te staan. Maar ook die shotguns, hè. Dat springen door een raampje. Pap, 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 huppakee. Ja, waanzin, jongen. Ik ga springen nu, denk ik. Ik ga zo meteen springen. 3... 2, 1, go. Ik heb net Beef Wellington gemaakt. Zo lekker, alles klaargemaakt of gegeten. Nee, dat ken ik alleen maar van de Great British Bake Off volgens mij. Daar hebben ze volgens mij wel eens een keer iets met Beef Wellington gedaan. Nee, daar weet ik ook niet van. Ik ben meer van de Italiaanse Bake Off. Zie je trouwens nog gasten jumpen? Ik let niet op eigenlijk of de gast. Ja, ja, onder ons. Maar goed. Twee, drie koppels. Ik ga afwijken, man. Hey. Hey, naar de huizen hier. Ja, de huizen hier beneden. Ja, dat blokje huizen daar zie ik. Ik even heen. Ja, ja, gewoon hier. Jij dit rode huis hier? Wat hier? Ja, gewoon hier landen. Oh, hier maar dat huis, pak jij die maar. Dan pak ik deze hier wel. Die ja, is goed. En dan lopen we naar de overkant en dan gaan we ze neerschieten. Oh, dat gaan we dan doen. Juist, precies. Ja, goed vertrouwen heb je. Ga gewoon hunten, dit is een hunter-location. Gaan jullie PUBG op Xbox spelen? Hebben jullie geen Xbox? Nee joh, echt. PlayStation all the way, hè. PS4. Pro. Oh, fijn man, mooi spul. Pan. Ik heb een pan, jongen. Pet. Ik heb een P92. Come at me, bro. Nou. Mijn P92 gaat in ieder geval prima. En verder... Oh, 8 keer scope. Lekker.
Nou, nog iets om het op te gooien natuurlijk. Precies. Het is lang geleden dat ik een car heb gehad, volgens mij. Nog helemaal geen wapen. Nee, maar PUBG op PlayStation, dat lijkt me dan wel weer heel prettig. Maar dat zal nog wel even duren, als het al gebeurt. Ik denk dat Microsoft gewoon heel veel geld betaald heeft. Ik denk dat ze het ook gewoon nodig hebben. Ik denk dat ze heel veel geld hebben betaald om die rechten te krijgen voor PUBG. En ik denk dat een system seller zou kunnen zijn voor ze. Oeh, M16A4. Lekker. Ik heb nog steeds geen rugzak bij, dat wordt dus zo'n moment. Nee, ik moet ook al door, want ik... Goed, dat, ja, dat is Milta Battles zijn dat. Heel goed. Maar wat wou ik nou zeggen daarover? Hey, heb ik dat vest nou opgepakt? Ik was hier nog niet geweest, denk ik. Ik ben er niet boven geweest, of wel? Nee, ik ben er helemaal niet boven geweest. Doe eens een rugzak! Ja, exactly. Er ligt hier van alles, jongen. Behalve een rugzak. Ah, nee, maar ik denk dat die uiteindelijk wel op PlayStation komt hoor. Want het is volgens mij echt. Dit wordt echt geen Xbox exclusive. Daar ben ik vrij zeker van. Want dan is die gast toch wel echt super dom bezig, player announced. Oh, en een rugzak. Als hij dit niet uitbrengt op PlayStation, dat is een enorm gemiste kans. Heb je al een red dot toevallig? Anders heb ik niks voor je. Nou, ik pak wel even een extra mee. PS4 is sowieso beter, maar Xbox van mijn pa is wel handig. Nee, maar het gaat niet om beter. Je koopt een spelcomputer op basis van wat je vrienden hebben. En vanwege de first party games. Nou, en ik vind de first party games voor de PlayStation vele malen meer mijn ding dan die voor... Ik heb gisteren bijvoorbeeld nog even Uncharted The Lost Legacy uitgespeeld. Heerlijk. Heerlijk. Hoor dit dan. Hoor dit dan. Ja, het is akelig. Jij maar daar naartoe. Ik heb nog niet eens een helm. Ik heb nog niet eens een fatsoenlijk wapen. Kruisboog ligt hier. Daar heb ik toch niks aan, jongens. Ah, umpje. Godverdikke, waarom heb jij... Lekker. Lord, niks. Ja, maar goed, geen helm. Dus dit hele feest kan in één schot voorbij zijn. Helaas. Waar ben jij helemaal, man? Ik zou die blokje huis nog steeds waar ik naartoe liep. Oh, ik ben al aan het lopen, man. Waar moeten we eigenlijk heen? We zitten toch in de cirkel? We zitten prima. Waar ben je? Op weg naar Milta? Ja, daar ga je omheen, de dood aan, man. Ja, omheen. Ja, ik vind het echt allemaal red dots en zo, maar ik vind geen helm. Dat vind ik wel een beetje lastig. Had dit huis al gehad? Ik denk het huis wel. Dit is weer zo'n niet-tactische ronde. Ja, ik heb het daar zo gehad. Waar ben jij dan nu? Ik ben bij die huisjes aan de zijkant van Milta. Ja, maar ik ga echt hartstikke dood, man. Nu. Ik ga even richting de houthakker. Ja, wacht even. Dan kunnen we elkaar daar wel weer ontmoeten. Hoop dat daar een helm ligt. Hier ligt een helm in ieder geval, maar... Amber was al... Oh, die zijn vandoor. Goed weekend. Ja, goed, ja, ook goed weekend. Ik hoop dat hij het nog meekrijgt. Leuk dat hij er even was. Jeez, echt helemaal niks, joh. Nou, op zich heb ik niks te klagen nu. Of de wapens, zeg maar. Maar... Ja, ik heb echt een shotgun en een pistool. Daar red ik het niet mee. Maar een helm ook niet, joh. Echt waardeloos, man. Ze willen later waarschijnlijk crossplay doen met Xbox. Ja, dat kan ook wel. Dat is een beetje hetzelfde platform, hè? PC, Xbox. Dat wordt bij Microsoft steeds blurrier, zeg maar, die lijn tussen de Xbox en de PC. Fortnite is al crossplay, ja, maar dat is echt totaal niet handig.
Backpack level 2. Crap, alle deuren zijn al open hier. Bij de houttakkers toestand? Ja. Shit, sorry. Misschien hebben ze iets laten liggen dat ze zeiden van nou... Ja, een helm joh. Ik moet gewoon een helmpje hebben. Je hebt zeker wel een helm, of niet? Ik heb wel een helm, ja. Ja, weet je, ik zou met Louis in theorie, Louis zou op PC Fortnite kunnen doen en ik op PS4. Maar hoe kunnen we dan met elkaar overleggen? Je kunt helemaal niet met elkaar praten dan. Dat gaat helemaal niet werken natuurlijk. Dan zou ik op mijn mobiel Discord erbij moeten pakken of wat dan ook. Dat lijkt me echt... heel onpraktisch. We kunnen ook gewoon PUBG doen. Ja, precies. Nou, dan is die keuze snel gemaakt. Ligt er nog wat? Nee, man. Oh, een helmpie, eindelijk. Nou, wel een helmpie. En een quick draw voor een AR. Neem ik nog wel even mee, mocht je dat nog willen hebben. Nope, niks. Echt, het meest waardeloze... lootronde ever dit. Hier, oh, vest level 2. Dat had ik nog niet. Joh, vinden we zelf wel wat, Meijer. Heb je al energy drank? Nope. Nou, dat heb ik hier nog liggen, zo te zien. Even voor je meenemen. Ik heb inmiddels genoeg. Ik haat dit. Waar is hij? Heeft hij dat gedropt? Gaat de cirkel die kant op? Nee. Gaat de Milta terug zometeen hoor. Gaat hij de Milta? Dan zijn we, denk ik, de pineut. Denk je niet? Ja, dat zou kunnen, ja. Er ligt echt helemaal niks, joh. Heb je die huisjes hier al gezien? Heb je die al gecheckt? Ja, maar... Nee, maar ik denk ik check even de hele bovenlinie, want ik hoor ook gunshots hier zo, dus... Als ik dood ga moet je mij looten, want ik zit echt goed in de meuk. Die is al geloot inderdaad. Nee. Helmpie, pistool. Daar heb je natuurlijk allemaal niks aan. Ja, wat voor gun heb je dan? Je hebt nog steeds shotgun. Ja. Yep. Je hebt ump bullets. Nou, we kunnen nog verder heen, Maaier, vanaf hier. Nee, joh, het gaat niet naar Milton. Maar kijk hoe groot die cirkel nog is. Zullen we hier naartoe gaan? Ik weet niet wat het is. Zullen we erheen lopen? Dat zijn in ieder geval weer normale huizen bij elkaar. Oh, wacht even hoor. Kijk, er gaat iets verkeerd. Momentje. Ja. Back. Waar gaat de cirkel heen dan, denk je? Weet ik niet. Het kan alle kanten op. Oh, die kleine, maar... Ja, maar het vliegtuig vloog richting Milta, zeg maar. Oh, oké. Maar hij kan zijn lading al verder... hij kan zijn lading al een eindje teruggedropt hebben, natuurlijk. Fortnite heeft cross-voice chat. Oh, oké. Cross-platform bedoel je? Ja. Een vest, verder niks. Ja, wil jij een voertuig aankomen? Nee. Die huizen daar. Ja, daar zou natuurlijk niemand kunnen zijn. Er zou ook iemand kunnen zijn, dat weet je niet. De deuren zitten misschien nog dicht. Zal ik er heen lopen? Ik ga er gewoon heen.
En dat gebouw hierboven zit nog, daar zit de deur nog van dicht. En daar beneden lijkt de boel ook dicht te zitten, Meijer. Kom er al aan. Er staat een jeep links. Ja, dat is een spawnpack. Dus dat is, ja, dat zeg ik. Het is, er staat ook een buggy voor ons. Deur is dicht hier? Nee, ja goed. Ja, als je coole loot vindt, dan hook me up. Ik kijk. Kleinste, kom op man, doe eens even een wapen. Nope, hier nog niet. Op het dak misschien. Komt iets aan hoor. Ik hoor het. Ik heb wel verbandjes en pijnstillers en zo. Als je dat nog nodig hebt, moet je even. Zit je in het huis hiernaast? Hé? Ja. Zat er wat bij? Tommy gun. Helm level 2, heb je dat al? Ja. Weer zo. Ding al gepakt, wat is dat? En een backpack level 2, had je die al? Ja. Ja, die huis aan de overkant, daar staat sowieso wel wat. Wat doet de cirkel eigenlijk? Daar zit het nog steeds mooi in. Ja, lastig. Ik heb weer een marker geplaatst ergens, een beetje in het midden van de cirkel, Meijer. Wou je de jeep pakken? Hé? Meijer? Ja, laten we maar gaan. Oh, jawel. Ik hoorde je niet, man. Je was stil. Ik denk, ja, ik zat even kijken. Nog. Ik was even wat spullen. Oké. Okay. Nou, waar gaan we heen? Ja, ik heb een marker gezet op een groepje huizen in de verte. Waar de cirkel ook is? Ja. Ja, ja. Oh, links, zie je dat? Met gevochten daar zo. Ja, ik hoor het ook. Ook bom. Ja, hadden we de actie op al op kunnen zoeken. Ja, wil je dat? Heb je nog een wapen? Hè? Ik heb een Tommy gun. Tommy gun, oké. Okay. Maar dit is geen plek meer om te stoppen nu. Oh, rechts. Rechts, ja. Heb je hem gemarkt. Dat is de spot. Die blauwe, dat blauwe huis. Oh, dit hier? Ja. Maakt niet uit. Zet hem maar neer. Nou, als we dood gaan, gaan we dood, hè? Zet de auto tussen die auto's inderdaad. Deur zijn open. Als ze... Deur zijn open. Zal ik doorrijden? Ja. Farm is al geloot, hè? Dat kun je vanuit gaan daar. Die schuur bedoel je? Ja, ja, ja. Die schuur. Moet ik er even inrijden? Dat de auto niet ontploft als ik over een jerrycan benzine rijd. Dat had wel, laat ik wel leuk geleken. Hé, hey, waar gaan we heen? Wacht even, wacht even, wacht even. Nou? Nog even spieken hoor. Ja. Mooi dat ik zo achteruit kijk in die auto hoor. Goed, ik heb een andere groep huizen heb ik iets opgezet. Wat ligt daar? Ligt wat voor? Niks. Nee, dat is, ik denk, ik ga toch even kijken. Ja, gaan. Nou, ik heb een andere groep huizen gemarkeerd nu. Help level 2. Nee, heb ik. Is dit een, dit is een escape dagje. We zijn echt een niveau aan het dalen. Het ging veel beter. Nee, 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 nee. Laat dat zelfvertrouwen nou niet gewoon ineens weggaan. Je hebt gewoon goede momenten en je hebt mindere momenten. Ja, die potjes kunnen goed gaan en minder goed gaan. Ah, dus dit is onze nieuwe casa?
En daar hebben we nu de marker op gezet. Prima. De buggy maar achter het gebouw. De buggy de... Zo. Ja, dat was niet zo handig. Nee, is nog niemand geweest, dus dat kan nog wat goeds betekenen. Ja, hè? Heb je wat? Ja. Wat heb je? Een M16. Oké, wat heb ik hier nog daarvoor? Ik heb nog een holographic sight, moet je die nog hebben? Ja, die, dat heb ik allemaal al. Oh. Ik moet nu kogels hebben. En een quick draw heb ik ook nog voor een AR. Heb je dat ook wel of niet? Wacht even hoor. Weg. Ja, doe je even dicht, anders kan ik denken mensen dat hij volk is. Even kijken hoor. Ja, moet je quick draw hebben? Quick draw magazine? Extended heb ik. Ja, leg die quick draw ook maar neer. Ja, hier. Dan doe ik nu even wat shit weg wat ik niet nodig heb. Ik heb maar 30 kogels hoor, dus ik kan niet heel veel. Verbandjes en Red Bull, zo heb je dat ook? Hé? Hey? Hier. Quick draw of extended. Wat is heb je Red Bull? Kijk even in je inventaris, je zit er toch in? Ja, ik heb Red Bull, ja. Ik okay. Red Bull. Heb je ook painkillers? Heb ik ook. 1. 1. Oké, hier. Krijg je er nog een van mij? Ja. En first aid kit heb ik maar 1 van trouwens. Dus die hou ik even bij me. Nou, mijn health is alweer bijna terug. Je zit in de rand van de cirkel, Maya. Het gaat eindigen bij de mansion, denk ik. Ik kom het aan. Stil. Gaat het hier stoppen? Oh. Kan het niet naar boven nu. Nee, het gaat hier niet stoppen. Dat rijdt nu ook tactisch door natuurlijk, hè? Komt iets aangereden? Kom nog iets aangereden. Rijdt ook door. Nee. Hierheen? Ja, weet je, ze denken misschien die deur zit dicht, maar ze zien ook vervolgens een jeep naast het gebouw staan. Ja, we kunnen doorgaan. Laten we doorgaan? Ja. Even kijken, ik heb de marker op de mansion gezet. Dan weten we globaal een beetje welke kant het waarschijnlijk op gaat. Je hebt geen kogels voor... Ja, je hebt wel kogels, maar hoeveel kogels heb jij? 5,56 heb ik er 60 van. Nee, ik heb 30. Heb jij er 30? Ik heb 30. Inclusief wat in je wapen zit? Ja, 30. Je hebt er 30 in je wapen en je hebt er 30 naast nog. Ja. Oké, je hebt er dus 60. Ik heb er 100, dus je mag er wel 20 van me hebben hoor. Hier, bam. Haha, dit. Dit is ook weer zo'n open veld. Oh, daar staat de krat ook, hé. Hey. Zie je dat? Waar? Daar recht voor. Ik kijk ernaar op 60. Die zal wel geloot zijn. Ik lig hier niet, dat ik denk heel lekker. Nee, same. Kom. Laten we maar doorgaan. Er zijn nog maar 24 live, hè? Precies. Are we walking towards our death? Ja, ik denk het wel, ja. Moet hij de weg naar boven steken? Slecht plan weer. Go. Ik ga hem op het schieten af. Dat is doorgaans al een teken dat er mensen zitten. Maar ik wil zelf eigenlijk niet dood. Zit er een jeep die huizen, jongen? Daar zitten gasten, hoor. Ja, die hebben dus mooi uitzicht over deze plek.
Ja, en nu? Ik ga even... Ik denk dat al onze bewegingen worden... Een stukje schaduw opzoeken hoor, sorry. Dan kom je in een vliegtuig aan. En dat vliegtuig komt hier overheen. Achter ons stopt een Lada. Waar? Achter mij? Achter ons op zuid. Dus we lopen nu naar de... richting de bomen. Oké. Okay. Niet richting waar ik zit, hoop ik. Nee, ik zie ze, ben ze nu kwijt, maar ze zijn natuurlijk op stakeout. Just like us. Maar waar zitten ze nu? Dammit. Ja, de cirkel wordt ook kleiner. Waar zitten we er nog in? Pixel Hunter nu, man. Waar zijn ze, joh? Die liggen plat op mijn buik, joh, ergens. Hebben ze jou ook gezien? Nee. Ik lig hier zo niet lekker, hier. Ja, ik lig ook niet echt heel prettig. Vanuit het huis ook, ik zo makkelijk te zien. Oké, wat doet de cirkel? We zitten er net niet in, maar wel bijna. Ik zit erin. Jij zit er wel in. Dat betekent dat ik even naar jou toe moet. Waar blijven die gasten hier? Ik kruip nu achteruit. Ja, wacht even, ik zie er een. Schiet jij met een dempertje? Hé? Hey? God, mij reageer nou, man. Ik heb hem. Oké. Okay. Oh. Oh, daar, ik zie al iemand. Zie jij zijn maatje achter die boom zitten? Ja. Yes, die. Ja, die heb ik. Hey, team kill. Nice one. Hij had een helm level 3. Ja, ik ben bang dat ik daar doorheen geschoten heb. Ze hebben mij natuurlijk ook gespot, hè? Dit zijn die gasten uit die Lada? Ja, dit zijn die gasten uit die Lada. Dus, die zijn allebei dood. Nice, man. Het gaat zo langzaam, ik durf niet meer op te staan, mensen. Ik denk van, hé, wat doet hij nou toch allemaal? Ik denk dat er daar niemand meer is, dus we gaan wel even achteruit kruipend zo. Ga je naar die gasten toe? Er zijn er nog 9 in leven, hé. Als ze bullets hebben, jongen, dan had ik me aanbevolen. Ja, ik is niet zeg, ik ben freeloader. Als ik ga rennen, ben ik de Sjaak natuurlijk. Ja, ja, als we opstaan, zijn we er geweest. Heeft hij bullets? Hij heeft wel een helm level 3 en die lijkt nog oké. Okay. Ja, dus die wisselen we even inderdaad. Bullets heeft hij ook nog. Oh, dammit. Ik heb nu 89 bullets. Ik heb er nog maar 22. Nou, maakt niet uit als jij ze op kan rapen en ik kan naar jou toe lopen. Ja, ik heb ze meegenomen. Oh, ik zie iemand komen. Oh, hij heeft me genokt. Kijk uit, Arjan. Hij schoot net iets beter. Waar vandaan? Want hij komt nu aanrennen op... Ja, hij zit achter die rots. En jij kunt hem pakken. Maar ik ga snel achteruit. Ja. Hier. Nice.
Kun jij dat? Nee. Hij zit achter de rots. Als je een granaat kan gooien, moet je het doen. Heb ik een granaat? Lopen, lopen, rennen, rennen. Ja, hij is aan het laden. Hij zit nog steeds... Ik ga dood, hoor. Ik heb een robot gegooid. Volgens mij. Nee, niet. Ja. Hij zit nog steeds achter de rots. Ik ben op de helft van mijn dood, dus nu... Ik ga het niet redden. Nee. Oh god, we hebben een teamkill. Hij gaat liggen. Achter de rots. Oh, hij wordt neergeschoten door de andere team. Nu, pak hem. Hij zit aan de goede kant. Heb je hem? Ik word afgesloten van ver, hoor. Ik word van achter geraakt. Ja, er zit iemand... Er zit iemand... Oh ja, jammer. Ben jij ook dood? Ja, ja. Als een pier. Ja, goh, ik zou... Ja, die gasten die jou nu schieten, die zat ik te zoeken. Mm. Met... Kijk eens, hitpoints zijn goed. Kill points zijn goed. Team ranking points zijn ook goed. Ja, dit ging goed. Hard. Luister. We hebben niet mensen, gewonnen. We hebben voor geen... ons is dit ja, goed. We hebben geen chicken dinner. Het is niet zo dat dat Ion een of andere thumbnail kan plaatsen van World of Tulia, PUBG, 27 kills, duo. Dat is never gonna happen. Nou ja, over een maandje. Oh mij, oh shit. Ah, nu loop ik weer op een blootje. Mijn kleren waren niet geladen. Nou, het is weer een bloot potje. Ik zou gewoon kleren oppakken die je tegenkomt. Spannend, spannend. Spannend. Oh! Mist. Mist? Oh, gelukkig. Ziet niemand meer lopen, Menaki. Garia's in die mist. Ah nee, mijn kleren zijn wel geladen. Oké, in de lobby alleen niet. Oh ja, ik zie het, ik blijf even... Ik was niet heel ontevreden over dit potje uiteindelijk. Nee. We hebben kills, we hebben een team gedominate. Ja, ik vond het jammer dat ik die laatste gast niet even had nog. Volgens mij heb ik ook het laatste gooien een stun grenade, volgens mij. Geen gewone. Aim and go. Let's do this. 84 bij, hoor. Oh, de lobby is niet veel. Mensen haken af. Mensen gaan... drinken. Nou, kijk, wat is de trajectory? Ja, het is... Corey is te ver, Milta is... Ja, het is allemaal te ver. We kunnen naar Nova... We kunnen naar Novorepnoye. Dit is precies wat de gasten voor military base en zo, die willen dit. Ja. I'm going. Ja, ik ga nu. Oh, die mist, joh. Ja, man. Oh, nu ben ik het kwijt even door die mist die eerste volk, hè. Zo. Pak gewoon die, haal gewoon die blauwe marker aan. Ja, dat doe ik ook. Dat doe ik ook. Ja, ik ben er bijna. En nu is het even waar ik begin. Oh, ik zie nu echt helemaal... Ja, ik moet hier zijn. Ja, ik zie helemaal niks, man. Nee, dat zeg ik. Oh, ik ben de... Ja, hier zijn die containers. Ik ben ervoor, zie je dat? Nou ja, maakt niet uit. Oh, wat we boven op de containers. Dan kunnen we dat eerst even scouten. Hier ligt nog helemaal geen muur. Nou, een rugtas. Dat is in principe wel datgene waarmee je dan ook wil beginnen, natuurlijk. Ja, backpack. Hoppakee. Nou, op die containers hier aan deze kant ligt nog niet zo heel veel. Ik ga eraf. Ik ga er wel in kijken. Oh, we zitten aan het eind buiten de cirkel bij. We moeten zo meteen wel even iets pakken. Ik heb een SKS hier. Mooi, ik heb een shotgun. Yay! Shotgun! Kom op, loop hem, kreng.
Er loopt een gast. Ja? Ik ga het tegen hem opnemen hoor. Oké. Okay. Als ik dood ga, dan gaat het me dood. Dan moeten we een nieuw potje doen. Ik ga het redden. De kans is groot dat ik best slecht in die 1-op-1 acties. Waar is hij nou? Nou, hij was hier. Oh shit, ja. Ik ga dood, man. Ja, heeft hij je? Ja. Hij weet toch waar hij het moet zoeken. Shit. Ik was weer te agressief. Ik had misschien beter een afwachtende houding kunnen aannemen. Maar ja. Dat is ook weer niet zo helemaal iets waar ik van hou. Afwachten. Doe even first aid kitje of zo. Terwijl ik hier zoek, word ik gewoon neergehaald natuurlijk. Je hebt wel mooie spullen, neem ik aan. Nee. Nou, ik zorg nu wel voor wat bescherming, maar ik heb geen gezondheid meer echt. Dus. Loop jij hier? Jij loopt hier. Pas op mij, aan deze kant loopt dus ergens een gast, hè? Zegt hij, daar heb ik alles al geroofd hoor, dus. Een bootje scoren? Ja, ik hoop dat je dan toch ergens een verbandje ergens hebt gemist. Ja, laten we maar een bootje scoren, ja. Het einde van de pier toevallig. Nope. Zit ik wel wat water in. Hier, dit is zo'n potje wordt het vandaag. Ja, aan de andere hier ligt een boot. Waar? Aan deze kant. Oh, oké. Okay. On my way. Als ik het water uitkom. Hoe kom je het water uit, hé? Oh, daar zie ik een stukje waar ik op kan, denk ik. De distance instelling die is high volgens mij, Agi. De rest medium. Waar is die boot nou? Ja, hier. Oh, oké. Okay. Ja, shit man, ik heb niet heel veel nu. 16 kogels op een SKS. That's it. Ik ga nog even snel naar deze schuurtjes kijken. Famous last words. Exact. Hoe ver gaan we van de cirkel af dan? Ben jij alweer gehobbeld? Ja joh, ik ben aan deze kant geland. Dus ik heb hier alles gepakt wat hier te pakken valt. Bastard. Wat moet je hebben dan? Gewoon alles, ik heb niks joh. Ik heb alleen een vest. Ik heb een rugzak, een vest en ik heb wel bescherming. Maar ik heb een first aid kit nodig. En in principe een wapen. Nou, ik heb hier een shotgun. Hoezo ligt hier nergens first aid? Ja, ik weet dat daar een boot ligt, maar als ik niet even wat vind om mezelf mee op te lappen. Nou ja, doe maar, dan moeten we gewoon die boot. Heb jij iets van red dots of zo? Hier ligt een mini. Een mini. Mini 14, maar er liggen geen kogels bij. Nee, nou ja, laten we gaan dan. Laten we maar gewoon de boot pakken. Dan moeten we helemaal heen. Is het zin om de boot hier, te pakken? Hier, bij mij. Ah, het heeft helemaal geen zin om de boot te pakken, joh. We hebben een auto nodig. Zie je dat? De boot meer, de cirkel komt niet aan. We moeten gewoon hopen dat we een auto vinden, man. Maar kunnen we met de boot niet aan... Ja, ik wil het wel proberen, maar ik denk dat we het niet gaan redden. Kijk maar. Waar is die boot? Nou, die was hier toch ergens? Ja, rechts. Oh ja, daar. Ja, laten we maar proberen, maar ik ben bang dat we komen met die boot nog niet in de cirkel, zeg maar.
Kijk, kom op, laat me niet... Nou, gassen. Oh! Nou, dat is snel afgelopen. Twee gasten. Ja, die hebben ons gewoon nu. Slim van ze. Waar? Ja, boven staan de kade. Ja, ik ga je hartstikke dood, hè. Red jezelf, Meijer. Nou, dit was wel een heel lullig potje. Als je hier naar boven komt, kun je ze misschien nog pakken, ja. Zie, ze zitten gericht op mij. Oh, pak ze, ja. Oh, wat fijn! Verberg je. Niet bewegen. Die andere gaat, komt het water uit. Ja, hier. Kijk. Oh, lekker. Dat was de gast die mij killde. Ja, daarom. Oh, dit is gewoon heel fijn. Hij gaat nu die kant op. Ja, goed. Precies. Hij dus moet ik ga nog even kijken of ik hem nog kan De blauwe cirkel komt hem in. Nou ja, ik denk dat hij waarschijnlijk ook gewoon de boel nu opgeeft en op jou, naar jou op jacht gaat. Exact. Ja, hij ziet wel ergens. Kijk uit. Hij is natuurlijk aan het rennen, joh. Denk ik. Ja, we hebben in ieder geval die gast die jou... Ja, dit, de, je gaat niet meer redden. Nee, daarom. Dus ik ga mezelf al... de dood injagen. Precies. Je doet nog wel even je best om... om uit de buurt van de blauwe cirkel te blijven. Een dappere daad. Jammer dat je die andere niet kan pakken. Nee. Ik ben weer te mistig om dan iets te doen, weet je wel. Mm-hmm. Goh, ik zat goed aan die boot. Bam. Come and get me! Ja, die gasten zijn er al uit, joh. Denk je niet? Die zijn naar de lobby, joh. Die zijn al gestopt misschien. Ja, laten wij hetzelfde maar doen. We kunnen wachten tot je doodgaat, maar... Het gaat toch nog wel, dan wel. Krijgen we dan wel de puntjes, trouwens, als we... Oh, dat weet ik niet. Oh ja, oké. Okay, nou, we willen wel mijn bepetjes hebben. Nou, hol me even heen dan. Kijk maar even of je hem kunt vinden. Ik heb toch zocht een wolfje overland. Oh! Ja, dan heb je hem in één keer, weet je wel. Dit is een wapen, joh. Een umpje met een silencer. Een silencer. Nice. Nee, jongens, ik wil graag dood. Gaan we dat doen? Ja, het gaat vanzelf, hè. Het gaat vanzelf, vroeg of laat. Kijk hier, joh. Kijk, dit is hier ook gewoon een mooi wapen. Nou, kijk hier. Ja zeg. Wat ligt daar? SK. Ja, er ligt in ieder geval wat. Maar ik moet een granaat hebben. Niet op hier, hè, met het doodgaan. Nee. Hoe ga je even zo'n groot gebouw op dan? Dan ga je daar afspringen. Zo'n groot, ah, kijk. Zo'n groot rek. Ah, kijk. Oh, je laat een granaat vallen. Slim. Down to the ground! Yes. Dat is de snelste manier. Dat zag er fantastisch uit. Ja, dat is een good way to exit. Met anders, ik heb nog zoveel om te leven, Meijer. Ja. Nou, niet echt. Wel, jij staat al in de lobby? Moet ik al, kan ik hij had mij om voor te leven, maar ik was dood. Ja. Dus en ik leef voor hem. Dus als we er niet meer zijn, kunnen we hooguit nog wraak nemen. Dat heeft hij op prachtige wijze gedaan. Ja. Exact. Meer had ik er niet nodig. Ik denk eentje nokken, gewoon een team vernachelen. Dat is dan het doel. Als, ja, het is gewoon leuk. Team vernachelen. Ja, precies. Misschien is dat wel de code meteen. Jullie wrecken onze game, wij wrecken die van jullie. Ja. Ik denk dat we ook gewoon moeten... Lekker dat was dit. Dat is de strategy, zeg maar. Als een van ons doodgaat, gaan we gewoon full power erin, zeg maar. En...
Ik heb geen geluid. Wat? Ah, jawel, toch. Oh, toch wel. Dat is raar, joh. Het geluid. Maar het is alweer goed. Ik hoorde jou ook niet. Ja, maar ik was... on silent mode. Eens kijken of het vliegtuig ergens zien bungelen. Ja, hierboven. Dus we beginnen hier vanuit het noordoosten. Zie je dat? Hij hangt hier recht boven het eiland. Zie je hem? Ja, ik zie hem. Dus we gaan vanuit daar beginnen. En dan gaan we waarschijnlijk schuin oversteken. Corey wordt het dan, denk ik. God, nee toch. Ja, Milta! Wat wordt het Milta? Even kijken. Als ik die lijn volg, gaat... Milta kunnen we ook makkelijk... Ja? Kunnen we redden, hoor. Oké. We mogen gewoon proberen. Nou, dat wordt wel echt een enorme sprong, als ik zo kijk. Ja, maar ik ga gewoon eerder droppen en dan hopen dat er niet iemand een auto valt. We moeten dan over de shelter. Ja. En dan ga ik er nu alvast uit. En dan ga ik nu uit. Waar moet ik heen? Die kant op. Ik zie het al wel, Milta, maar ik gooi denk ik zo meteen een paar zuurder vast uit. Nou, ik zie jou. En ik zie iedereen military base jumpen nu. Nee hoor, ik zie de zat gasten naar Milta gaan. Ja? Ja hoor, overal. Naar het andere plaatsje, denk ik. Maar we moeten wel, ik moet al shoot gaan doen, denk ik nu. Want... Ja, ik ben al lang bezig. Dus even kijken of ik ook vervoer zie aan de kant van de weg. En dan kan ik ook gewoon een auto pakken. Dat vergeet ik dan wel eens net te kijken. Nou, ik zie iemand inderdaad beneden al landen. Bij Milta? Onder mij. Echt... Oh ja, ik zie het. Ja, joh, dat wordt niks meer. Hè? Nou, ja, ik red Milta wel. Ik red Milta wel. Ja, ja, we zijn al eerder dan jij, denk ik. Ik weet het niet. Ja, joh, die gaan er ook heen, man. Kijk maar. Dat kan ik ook als we nou die huizen gewoon eens pakken... Ik het dak op Milta pak, zeg maar. Ik ga richting de powerplant. Zo te zien is het daar nog rustig. Dude, ik... Ja, niet? Ja, maar je gaan powerplanten? Ze gaan nu naar Milta toe, hè? Nee, ze zien mij. Zie je dat? Oh, ze zijn naar die huizen gegaan daar. Ja, nee, ja. Ze landen nog steeds daar. Ze zien jou, maar het boeit ze niks. Ze landen nog steeds daar, kijk maar. Ga je powerplant pakken? Ik ga powerplant pakken en ik ben nog hoog zat. Het kan nog makkelijker. We zitten ook echt niet in de cirkel, hé. Almachtig. Ik zie wat boten liggen. Hoe is het voor je eerste cirkel? Er gaat een motor heen. Ik zie het, ja. En een buggy. Nou, dit wordt weer buitengewoon een kort potje. Ik ben al dood hier. Ik ga achter hem liggen. Hier lopen al gasten. Weet maar. Ik ga naar de lobby. Ja, ben je aan de lobby? Ja, ze reden me over, joh. Dus je was net geland. Ja, toen werd ik dus door de buggy en die jeep van die werd ik overreden. Ah ja, ik vind hier ook geen wapen, dus ik ga naar de lobby. Lobby. Exit to lobby. Slecht plan dit, Milta. Het is wel het ding dat we weer... Corrie is toch drop... de beste plek hoor, daar komt geen hond en daar vinden we toch meestal wel mooie spullen. Onze dropzones zijn... worden te vaak gepakt. Normaal gesproken zijn we vaker alleen. Jobelletje zegt, dit spel heb je ook op de telefoon. Nee. Nou, dat zal wel kunnen. Niet dit spel, maar het is misschien niet wel een... Misschien wel een soort van rip-off van dit spel, dat geloof ik vast wel. Van China, jongen. Die gasten maken echt elke goede game na. Op echt bizar niveau ook. Van elke game is wel een Chinese rip-off. Het is allemaal net niet. Maar sommige zitten erbij dat je denkt van, man, dat is echt krankzinnig goed gekopieerd. Nou, let's go. Yes. Exact, Koen. Let's go, we gaan het nu doen. Dit gaat hem worden. Denk ik van elk potje. We gaan ons best doen. Ik moet zeggen dat het tot nu toe allemaal nog best wel leuk ging. Ja, ik. Zo, ik ga even lekker pootje baden hier zo. Zo, hè. Ah. Ik pak even een MK14. Hey, doei Rick. En wie wil hem? Wie wil. Hier, pak aan! Heerlijk is dit hoor. Hier! Yeah,
ik zie jouw killing spree. Nou, Milta, nee. Even kijken. Ja, Shelter is een goede optie. Milta zou kunnen, maar ik denk dat er heel veel gasten heen gaan. We kunnen het wel proberen. Wou je het proberen? Als het mislukt? Milta? Ja, als het mislukt, dan ik ga er nu uit. Ik dacht ik net zo goed naar het dorp waar we net waren, aan de linkerkant. Nee, joh, kom, we spammen gewoon. We gaan eruit. Als het misgaat, dan gaan we weer opnieuw beginnen. Alright, ik ben eruit. We zijn vast niet de enige dame, wie weet lukt het ons een keer om wat gasten te killen. Nee joh, moet je kijken hier, bij ons. Zullen we naar de grote powerplant vliegen? Nou, prima. Ik was al wat lager nog, dus... Ja, het is Bas van de Gasten, man. Bas van de Gasten. Nee, er landt nog één team daar. Ja, dat is niet zo heel verschrikkelijk. Dat is niet zo heel ernstig, zeg maar. Nou ja, als wij het eerste... Eigenlijk moet je nu gewoon een wapen vinden op die gasten afrennen en killen. Eigenlijk moet je niet wachten. Hoe langer je wacht, des te groter de kans dat zij... Als we wat vinden, moet het gewoon ook meteen afmaken. Meteen... Bam. Ja, ik kom echt op een heel ongelukkig punt uit, hoor. Painkillers. Ja, cola. Ik vind twee blikjes cola. Nou ja, laat maar dan. Het is nu al gedaan met ons, denk ik. Oh, je hebt hier al heel veel zorgen voor honden, zie ik al wel. Nou ja, dat ligt. Ik heb een Uzi gepakt. Nou, zet hem op auto, ren op die gasten af. Kill ze! Doe het! Hier ligt helemaal niks. Een pistool. Maar nee, dit is buitengewoon teleurstellend allemaal. Ja. Ik heb een shotgun. Dus. Die wilde een... Ik ga gewoon op afrennen hoor. Hey. Ja, let's go. Ik ga met je mee. Hopelijk krijgen we zo'n close combat voor onze neus en dan is het bam. Dan gaan we dood. Of zij gaan dood, dat zou ook leuk zijn. Ja, nee, we gaan dat gebouw waar zij zit in het grote gebouw, Arjan. Nee, ja. Ga gewoon in, gewoon rennen, schieten. Nou, maar hoor je echt wel aankomen stampen hier. Ik hoor ze achter ons. Hier beneden zitten ze. Hij ligt hier nu boven, achter op zijn buik. Waar ik ben, zeg maar. Hier ligt hij. Ik ga om het gebouw heen. Achter dit muurtje, op zijn buik. Aan de andere kant van het gebouw dus. Nee, achter, waar ik sta, zeg maar. Ik sta op die balustrade. En daar aan de andere kant is die gast op zijn buik gaan liggen. Ah, dammit. Hij heeft een scar. Oh, alle twee zitten ze hier. Ze zitten buiten. Komen nu binnen. Ja, joh. Er was ook geen mogelijkheid om wat tegen te doen. Nee, joh. Wat een wapens ook. Wij zijn niet goed genoeg om naar dit soort plekken te gaan, man. We moeten het gewoon naar een dorpje doen of moeten we een quarry doen. Ze schatten jou ook echt meteen af. Ja, daar is niks tegen te brengen. Maar wij zijn geen materiaal om hier uit te eindigen, gewoon. Nee. Je moet inderdaad meteen gaan en schieten en dan Als wij niet als eerste landen op Milta, als je daar niet als eerste land of niet als enige land en je weet niet meteen die andere partij uit te schakelen, dan zijn wij eigenlijk, met ons tenminste, ik kan beter voor mezelf spreken denk ik, maar ik dit eigenlijk ten dode opgeschreven. Dat is een zeldzaamheid dat we daar levend wegkomen. Dit wordt vast een superpotje als je zo stressvol vindt, Jelens. Nee, sorry. Nee, maar dat is gewoon een feit, Meijer. Over het algemeen, het niveau van die gasten die daar landen, is over het algemeen echt wel wat een paar tandjes hoger dan de mijne. Dus op het moment dat ik daar land met gasten en ik weet ze niet meteen te killen, dan kan ik beter weg, want dat gaat gewoon niet meer lukken dan. Dan ben ik echt dood. Nee, dat heb ik net zo, joh. Dat heb ik net zo. Ja, dat is gewoon gedaan. Als het één op één is, is het niet zo erg, maar in teamverband wordt het een stukje moeilijker. Je bedoelt ik je down naar beneden haal, dat zeg je niet. Nee. Subtiel nee. Zeg je dat nu. Wat een fijne fan ben je ook, hè. Hoor je dat nou, mensen?
Als ik alleen ben, gaat prima, maar als jij erbij bent, zegt hij, dan is dat een dikke puinhoop. Nee, jongen. Wat een taal, jongens, hè? Nou, Quarry it is, hè? Yes. We komen vanavond naar het dorp, toch? Ja, ik heb hem al gemarkt. Jongen. Ja, want ik ga ook niet hier beneden jumpen. Hij heeft wel gelijk, Arjan. Hou op. Echt niet. Ik kan ook wel wat. Kijk, als je in eentje speelt, dat is ook gewoon een 5 en je bent niet aan het streamen. Oh, kijk, gewoon... ze jumpen hier. Kijk, ze niet. Bij de ziekenhuis natuurlijk gaan ze allemaal. Ja, ziekenhuis en de mensen halen de school misschien nog net. Ik ga eruit, hoor. Ja. Waar is maar als je in eentje bent en als ik sowieso niet aan het streamen bent, zeg maar, dan is het ook gewoon veel makkelijker om gewoon rustig aan te doen. Je bent stil, je hoeft niet te praten, je kunt je focus 100% die game leggen. Ja. Weet je, dat is heel anders. Het is zo anders dan wanneer je aan het streamen bent en je bent in duo's of in viertallen bezig. Zie jij voertuigen? Als goed je dat zegt. Nou, niet bij de quarry, denk ik. Bij quarry spawn is inderdaad niet zoveel. Hey! Shit, er dropt gewoon een team. Ah, nou kom op, pakken we dit boerderijtje hier wel. Nee, kom op, we gaan. Hoezo, jongen? Ik ga niet weer. Ik word niet weer meteen dood. Hier, pak dit boerderijtje nu wel. Ik ben een beetje. Als ik nu weer meteen doodgeschoten word, dan raak ik een beetje ontmoedigd bij je. Dat wil ik zien. Laat hun de quarry maar laat pakken. Laat hun dat maar looten en dan. Lopen wij daarachter naar die huizen daar. Weet dan je lopen wel, we richting het oosten. Of richting, ja, richting het oosten lopen we dan wel langzaam. Ja, anders word ik echt. Dan word ik wel een beetje flauw. Als we weer doodgaan, vind ik niet zo tof. Nou, shotgun. En een pistool. We kunnen ze ook gaan. We kunnen ze gaan hunten als we wat vinden hier natuurlijk, hè? Ik denk, ik acht die kans niet zo heel groot. Nou, dat is. Nou, dit is allemaal een beetje. Let's move van. Out. Let's move out to the village. Die containers. We kunnen wel richting de ferry. Oh nee, hoe moeten we heen eigenlijk? Oh, we moeten helemaal naar het oosten, man. We kijken hoe ver. Oh, dus laten we maar gaan dan. Ja, we kunnen beter gewoon vertrekken, ja. Je hebt nog een shotgun, heb je dat nog nodig? Nee, pak hem maar. Ja, ik heb een shotgun. Maar kom, ga eens lopen, mee. Want het is 4 minuten en dan kunnen we daar die huizen nog pakken. Die gasten van de quarry die komen we wel tegen zometeen. Dus we moeten in onze gedachten achterhouden dat er achter ons ja, twee gasten is, lopen. Dat is nog een team. En dat is een team, Arjan, die jij en ik gezamenlijk om zeep gaan helpen. Nou, dat zou buitengewoon prettig zijn. Dan gaan we ook maar vanuit. Dat jij dat gaat doen en dat ik af en toe wat terugdekking bied, dat vind ik een beetje van plan. Nee. Je gaat gewoon help me, jong. Ja, I'm a lover, not a fighter, Meijer. Ja, dat is goed, Michael. I'm not gonna fight about this. You know, I think I told you. I'm a lover, not a fighter. I'm a lover, not a fighter. BAM! The motherload. Wat heb je gevonden? Hier, kom hier. Ik heb hier een wapen voor je. Ja, maar ik ga even dit huisje in snel. Dan, dan moet ik hem meenemen, maar ik heb dan nog geen bullets voor je. Oh, dan, dan kom ik wel even op aan. Zet maar even een mark op jouw plek dan. Ja, ik moet dan bullets met je delen, zie ik nu al. Ik heb de bullets al opgepakt. Het is een M416 ligt hier. Maar ik zou kunnen hem licht meenemen alvast. Zal ik hem vast voor je meerapen? Ja, graag. Ik heb ook helemaal geen rugzak nog, hè? Zeg wel een beetje waardeloos. Nee, daarom. Ja, ik pak nu net een level 1 rugzak op. Shit man, hier ligt een suppressor. Die wil ik meenemen. Ligt er een suppressor bij jou? Ja. Die wil ik, maar ik heb geen plek meer. Nou, zal ik hem even meenemen voor je dan? Nergens een rugzak. Zal ik hem even meenemen voor je dan, Arjan? Ja, dat mag wel. Hoe ligt die suppressor? Ja, boven ligt die. Maar goed. Voor een AR. Dat nee, wapen. Is voor een sniper rifle ligt er een. Is oh, waar heb je, lag hier nog een wapen, zei je? Ja, die heb ik meegenomen voor je. Die heb je meegenomen, oh cool.
Cool, cool. Ik hoop dat er even snel rug rugzak vindt. Dat zou... Ja, hier ligt er een. Backpack level 2. Precies. Zo, hè. Nou, even huizen looten hier zo, want... Ja, ik heb alleen geen shotgun. Hè. Als jij een normaal wapen voor me hebt, zou ik dat wel prettig vinden? Ja, die heb ik, maar we moeten even naar het grote witte huis, want daar ben ik nog niet geweest. Een military vest. Kijk eens aan. Nice. En dan heb je meer vest dan ik. Ik heb nog geen vest. Dat ben ik naar op zoek. Die vest. Wel eigenlijk zometeen weer onze reis voortzetten, maar... Ja, maar ik moet een vest hebben. Ik weet dat we onze reis voort moeten zetten. Hier ligt een Uzi. Neem ik die wel even mee. Dat is altijd beter dan niks. Jongen, ik wil helemaal die wapen niet oppakken. Ja, hier ligt in ieder geval een vest. Waar is de weg? We liepen dan net langs een weg. Ja, die houdt op hier, hè? Oh, die houdt erop. We moeten door, eigenlijk. Maar ja, ik kom eraan. Stomme Uzi. Scoozy, scoozy, ik got een Uzi. Ook geen red dots, jongen. Helemaal. Nee, joh, er ligt helemaal niks van. Maar ik ben aan het lopen. Ik bedoel, als ik wat vind, dan rijd ik al naar je toe. Kom eraan. Ik zie nog helemaal niks. Qua vervoer. Zie je nou een weg ergens? Die loopt aan die kant, die weg. Misschien wel beter richting de weg inlopen, maar ik loop liever in een rechte lijn richting... Cirkel. Juist. Hier staat een gigantische schuur. Ja. Ik ren door het veld heen, hè? Ik ben... Gevalletje... Gevalletje... Platoon voor mij, zeg maar. Nou ja, weet je, we komen dan misschien... Ik bedoel, je bent nog lang niet dood als je buiten die eerste cirkel bent, dus dat scheelt. Doe me even een normaal wapen, dat zou ik heel fijn vinden. Ja, ik wil nu niet dood door de... Ik wil niet dood door de cirkel nu. Nee, natuurlijk gaan we niet dood door de cirkel. Dat duurt nog wel even. Kom op, man. Doe me eens even wat. Echt, jongen. Hoe waardeloos is dit? Ah, een umpje. Nou, die neem ik wel mee in plaats van de Uzi. Daar word ik wel blij van. Kom op, Lindeboom. Ja. Ja, ja, ja. Ja? Pan. Run, Forrest, run! Pan. Dat punt waar ik nu naartoe ren, daar staan ook nog wel eens buggies. Op dat hoekje. Spanpunt. Ben jij dat? Ja, ik schiet even het hek kapot. Waar ik niet anders niet door kom. Dat komt niet door, jongen. Cirkel is me achterna aan het gaan. Even kijken, wat kunnen we er allemaal op zetten? Dit. Gewoon. Zo. Is dat een lada of niet? Waar? Daar loop ik nu op af, denk ik. Maar is dat een echte lade of is dat een verroeste een bak? Ja, het ziet eruit als een roestbak. Ja. Er rijdt ook iets hier. Waar dan? Ja, daar rijdt een lade. Waar rijdt hij dan? Rechts van ons, op zuiden. Zie je dat? Ze stoppen ook. Oh, dit wordt gezellig dit. Heb jij wat om mee te schieten? Wordt achter mij geschoten, man. Ik weet niet wie daar het schiet is, maar die schiet op ons allemaal. Nee, ik schiet. Schot je op mij? Dat ben ik, man. Wat? Nee, joh. Je schoot mij lek. Nee, ik zit op die gasten die op jou het schieten zijn. Nee, schieten, maar het kwam tegen deze kant van de boom. Waar nee, ik ben. Joh, echt.
Kun je ze even doodmaken anders? Ja, nee, ik ben ook al vet geschoten. Ik ga zo meteen dood in de blauwe cirkel. Ah, hij had mij ook. Dammit. Headshot. Nou ja. Wat een... Nog eentje, Arjan. Ja, dit moet over. Je kunt niet zo stoppen. Dat kan gewoon niet. Dit is, maar dit was ook blauwe cirkel, auto. Dit was zo'n team van, nee, die gingen voor de kills. Weet je wat? Precies. Ja, jacht. Ja, maar dat hadden wij ook kunnen doen. Mm-hmm. Als je een beetje mooie spullen hebt. Exact. Zoals hij mij schoot nu, had hij een goede scope. Ik was met een red dot en ja, dat is... Ja, ik had helemaal niks, joh. Een UMP en een shotgun. Ja. Dan redden we het ook niet meer, hè? Oh, sorry. Ik was vergeten play te doen. Nee, het was geen friendly fire. Ik schoot echt niet op Arjan. Nou echt, het zag er wel zo uit. Het kwam van achteren. Nee, serieus. Ik ga terug. Echt niet. Ik stond alleen maar op die lader te schieten. Ik ga even terug in de stream. Ja, nee, serieus. Ik zat echt alleen maar erop te schieten. Ik word geraakt daar. Nee, je hebt gelijk. Gelukkig maar mensen. Mensen, ik weet dat ik Arjan een keer recht in zijn gezicht met een shotgun heb neergehaald toen hij op een trap lag. Sindsdien vertrouw ik het niet meer. Lekker dat je dat ook meteen even kan terugkijken op de YouTube's, hè? Ja. Terwijl we die stream kijken, gewoon even terugspoelen. Hoe wat kun is je een dat volle bak deze. Ja. Het lekkere van Fortnite vind ik, dat zodra de lobby vol zit, dan word je meteen het vliegtuig ingegooid. Het is gewoon lekker dat je dan niet nog weer... ik weet wel dat het maar 20 seconden zijn, hè? Maar toch, ja. Dat is 20 seconden op het leven. Niks, maar toch. Vijf, vier, drie, twee. Waar gaan we even beginnen? Ik heb geen idee. Niet hier boven, denk ik. Het is rock. Nee, nee, nee. Hey, dit wordt een pittige. Hij gaat echt door het midden heen. Ja. Dus niks is goed. Hier? Ja, kan. Vroeg parachute boven de military base. Ik denk dat we dan een van de weinigen zijn die dat doen. We kunnen naar de ferry gaan hier. Waar is de ferry? Daar, bij het water. We kunnen eventueel een boot pakken naar het eilandroute. Ja, wil jij dat proberen? Dat is makkelijker te halen vanaf hier, denk ik. Ik denk dat we niet de enige zijn, maar ik ben een keer voorstander om gewoon een keer compleet ergens anders te droppen. Nou, daar gaat-ie. Ferry. Bij die steiger daar. Dat is toch wel een eindje, hoor. Ja, maar ik begin daar vooraan. Oh ja. Zie je nog gasten? Nee, nog ja, niet. Joh. Kijk eens naar huisje, man. Die gaan zijn naar de brug, denk ik, en dan oversteken. Of zouden ze echt naar de ferry gaan? Nou, dat ben jij. Dat team wijkt al af. Zie je dat? Die gaan naar die farm daar zo. Ja, precies. Ik zie al een boot liggen. Kom, dit komt goed. Ik zie twee boten liggen. Als we dan nog een ruzie krijgen, dan kunnen we allebei ons eigen boot maken. Ja. Mijn boot. Oh, zie je naast je. Naast je. Echt precies naast jou een dude. Zie je het? Nee, maar ik... Oh ja, daar ja. Nou. Kijken wie dat eerste is. Ha! Dit is een, denk ik, dit is een gevalletje wapen pakken, op die gasten afrennen en ze meteen killen. Er ligt hier helemaal niks. Het is gewoon een leeg huis dit. Ik weet niet of jij nog wat hebt. Ik heb in ieder geval een helm. Level 1. Maar er ligt geen moer in dit huis. Ik wou iets anders zeggen. Heb jij al wat? Om mee te schieten? Meijer! Ja, ik heb een shotgun. Hé, hè? Op jij of hier? Dit huis, jongen, leeg. Voor mij tenminste. Ik heb een revolver. Kijk uit.
Ja, die gasten zijn dus daar geland, hè? Die pakken waarschijnlijk waar dit huis. Waar is daar? Dat ja, is... die pakken natuurlijk deze huis hier. Want ze zijn ergens anders naartoe gehold. Dus er is een kans dat ik dood ga nu. Nee joh, ik kom hier helpen. Oké. Okay. Een shotgun. Heb ik al een rugzak? Ook nog niet. Waar zijn hun geland dan? Ja, naast mij toch? Ik weet niet waar ze zijn. Daar lopen ze. Hier. Waar is daar? Ah, ik heb hem geknocked out. En ik ben ook geknocked out. Hij is geknocked out, ik ben geknocked out. We liggen bij elkaar. Ja, pak hem, pak ze maatje. Ja, mooi. Helm, heal me. Snel. Dat vriendje van hem gaat wel. Kom op bij je. Ja, in de stomme F-knop. Oh. Ik heb hem toch gekild. Ja, die andere. Waar is zijn maatje dan? Die ligt daar nog te bloeden. Ligt daar nog te dood te bloeden. Ja, mag ik die killen zometeen? Mag ik die kill afmaken? Tuurlijk mag je die kill afmaken. Of is hij al weg? Hij is al weg, bastard. Bastard! Of kruipt hij nog? Nee, hij is al weg. Hé! Hey! Dammit, waar? Oh. Zo! Dat is een verrassende kill. En nog een team. Daar is de loot. Was nog een team. Er ligt gewoon 4 krat op een hoop nu. Ja, dat moeten we overdoen, Maaier. Ja, ik ga... absoluut. Ik heb wel een kill op mijn naam, zo te zien. Dat is wel leuk. Ja, ik ook. Allebei. Ja. Hé, al achter ons, zie je het? Ja, die zag ik precies. Ik zag het. Dus dit is... niet echt een spot nog, ja. Wat een... We hebben wel echt... We zitten in een goede downs vandaag. Ook wel een paar leuke potjes ook wel. Ja, het is allemaal wel leuk, daar in ieder geval, maar ik bedoel... Ja, ik was die gast aan het neerschieten en ik denk even side-to-side moves. Ik denk, ik moet er gewoon blijven bewegen tijdens dat schieten, niet stilstaan. Oké. Okay. Als we regen hebben, gaan we eruit. Ik wil allemaal mooi weer hoor. Ik vind regen echt nu nee, niet leuk. Nee, het is mooi weer. Het is mooi weer. Sunshine is het. Het is niet jouw favo, maar... Die kunnen lekker looten, die gasten. Ja, maar ja, het is allemaal nog beginnersloot. We waren natuurlijk pas net geland. Maar ja, het scheelt er wel een paar huizen door. Maar had ik nou een military vest in dit rondje of was dat het vorige rondje? Vorige rondje. Maar dat was het vorige rondje. Daar heb ik ook niks van gemerkt trouwens. We gaan weer vanuit het noorden starten, zo te zien. Het vliegtuig hangt daar. Ja, ik zie hem. Een soort Twilight Zone-achtige toestand. Een stilhangend vliegtuig in de lucht. Nou, dat wordt dan. Wordt het dan voor je nog alweer? Ja, Muta zouden we ook kunnen doen, maar. Wat voor nou is. Ja, wat zullen we doen? Wat is wijsheid? We zouden ook gewoon een groepje huis kunnen pakken waar niemand met z'n meteen naartoe gaat. Hier dan, Lipoika. Lipoika? Ja, dat is dat dorpje daarvoor, weet dat je wel? Dan kunnen aan we het water, aan het strand. Ja. Dan ga ik er nu uit. Alright. Waar is het? Daar is het. Dat is wel heel ver nog hoor. Zo de mythe. Ja, maar ik safety precautions. Is de mansion daar nog voor? Ja. Ja. Dat is hier beneden. Dat is hier beneden. Dan zouden die groep huizen daartussenin ook nog even kunnen doen. Zie je dat? Voor Lipoika. Er staan 4 huizen op een rijtje. Daar vlieg ik zo'n beetje nu op af. Ik of jij? Ja, hier. Maar daar vlieg ik op af. Ja, ik weet niet waar jij nu aan bent. Oh, jij bent daar. Ja, ik stop hier wel even dan. Dan loop ik daarna door naar Lipoika. Ik zit er gewoon echt... Ja, waar ben jij dan? Ja, ik ging op Lipoika af, maar dat ga ik nooit redden. Dus ik kijk, ik land een boel hier. Gasten, joh. Dat land dan hier, man, waar ik ben. Ik zie jou. Je kunt mij toch ook al... Je ziet mij ook wel. En er landt ook iemand bij jou, hè? Nee. Waarom? Zeker. Doe eens niet. Een heel team. Ren. Ren Lipoika in. De land 1 gast alleen maar rechts van ons. We gaan dan gewoon met die linkerhuizen beginnen. Oh,
Waarom landen er toch zoveel gasten nu steeds bij ons, hè? Nou, het gekke, het komt... Misschien landen er wel 100 mensen op dit eiland. Ik snap er niks van. Even kijken of die gast de weg al oversteekt, want anders ren ik naar de schuren toe. Maar zijn er gasten in die pojka nu? Ja, nou, oh ja, er rent nu een gast naar die schuren. Eén gast. Eén gast, ja, dat is een vriendje zal er ook wel zijn. Ja, maar ik ga de linkerkant begin ik. Ja, je ziet het. Ja, achter staat er wel eens een buggy, zeg maar. Dat is nog eens een pompplek voor een. Op de, ja, de weg. Maar ze hebben ons dus gezien, dus dit is tricky. Ja, precies. Nee. Het zou ook zomaar hetzelfde team kunnen zijn van net. Die gast is natuurlijk ook dood gegaan. Geef mij mooie wapens alsjeblieft. Want ik wil wapens. Om gasten mee dood te knallen. Nou, ik vind wel geteld 0 wapens. Wel granaten. Dus die doet mij wat. Ik heb het huis waar jij bent overgeslagen en ik ben het huis daarnaast ingegaan. En daar is ook helemaal niks te vinden. Dat betekent dat we die gasten moeten schieten voor wapens. Ik heb een pistool nu. Ah, er ligt helemaal niks hier, man. We zitten wel in de cirkel trouwens, hè? Dat is nog een klein voordeel. Drama dit, man. Heb jij dit huis? Ja. Pak dat grijze huis. Heb jij al wat? Shotgun, crossbow. Oh, wacht even, ik pak even de diner hier. Misschien ligt daar wat. Daar ligt een rugzak, dat is in ieder geval al wat. Ik wil een helm. Hier ligt nog een rugzak trouwens, ik weet niet of je al hier ligt een rugzak level 2. Ja, die heb ik nu ook. Shit, ik ben gewisseld, verdorie. Ah, kom op, man. Doe me eens wat. Precies. Ik heb niks aan. Ik vind helemaal niks, jongen. De keuken. Zelfs in de keuken ligt niks. Ja, is leuk zo'n red dot, maar... Een wapen hebben, jongens. Dus je hebt ook nog helemaal niks. Ja, shotgun. Een shotgun. Hier staat een Lada trouwens, mochten we nog weg willen. In de garage. Ik vind allemaal extra's ook voor wapens. Ja, precies. Wordt het weer zo'n show? Echt, jongen. Zo'n heel dorp. Niks lichter. Die andere gasten zullen wat meer gelukt hebben. Ja, maar niet. Het Esfeld is, je zoekt je helemaal de pleurs. Hier, deze deur staat open. En daar ben jij nog niet geweest. Welke deur is? Ah, oh, ja, daar ja. Ik vind dit echt stom. Mag ik dat zo zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. Ik heb niet eens een helm bij, weet je dat? Echt. Nee, ik ook niet. Janken dit.
Een helm, joh. Wat is dit toch? Ja. Er zit wel een cirkel, ja. Ah, het past die van de revolvers ook, man. Van de pistolen. Er zat een lada inderdaad in de schuur, hè? Ja. Ik vind het echt heel... Dit is het stomste lootpotje vanavond. Ben je in die loods geweest daar zo? Welke loods? Ja, bij die... Er zijn die gasten erin gegaan, die schuren. Nee, maar die grote loods hier. Dat was jij? Ja, ik zie een gast. Oh. Nou, pak hem. Nou ja, zeg. Dit is toch niet normaal? Oh! Hij heeft me genokt. Ayan, kom, revenge me. Ja. Is dat zo, Matty? Ja. Fuck. Ik zie hem ook, maar ik heb alleen mijn pistool, man. Ik kan helemaal niks. Nan, hij heeft mijn looten. Kom, ga erheen. Heb zijn vriendjes hier nog? Nan! Hij zit hier achter een muurtje. Pak hem! Ja, juist, juist! Weet je hoeveel kogels ik op mijn pleeg geschoten? Reload! Ja, maar ik had hem ook al een keer geraakt, hè? Oh, hier is Mike. Juist. Juist, ja. Oh, hij komt! Ah, dat was niet te doen, man. Ik vond het, ik moet nog een potje mee. Ja, ik vind het echt het stomste potje. Nee, dit was echt op afstand het stomste potje van de hele avond. Dat meen ik echt. Die anderen, dan kun je nog een keer even zeggen van, dit is, hoeveel huizen hebben we wel niet geloot? Er lag niks. Shotgun. Dit was een echt... shotgun. Ja, wat shotgun. Ik heb alleen maar pistolen gevonden. Ja, weet ik maar. Ik had een shotgun met, is echt met een hoopje bullets. Waanzin. 10 schoten. Dat ga ik weer, anders ga ik gewoon straks lekker op de bank weer Animal Crossing doen. Gewoon die diertjes. Had je heel al? Oh. Fijn spelletje. Heb jij niet? Heb jij al geen slipje Android? Wat? Animal Crossing. Mijn Android ligt al heel lang stil, hè? Heb je een iPhone nu? Ja, al heel ja, lang. Ja, je hebt een iPhone. Heb je al geen slipje iPhone? Ik heb een iPhone die het gewoon nooit doet, hè. Ik heb altijd pech met iPhones. Wat dan? Wat heb je dan voor een? Ja, dit is gewoon waardeloos. Het ding is zo traag gestrand, jongen, niet normaal. Wat heb je dan? iPhone 6. Nee, die hoort niet traag te zijn. Ja, hij is echt niet normaal. Het ding werkt voor geen meter. We hadden een 8, die is fantastisch. Ik heb een 8, jongen. Wat ik het gaafste vond, was dat ontdekte ik pas na anderhalf maanden dat ik hem had. Als ik dan video's zat te kijken op dat ding en ik draaide hem een kwartslag, dan werd de speaker waar je normaal gesproken door luistert, weet je wel, naar de stemmen. Mm-hmm. Dat werd dan ineens een normale speaker. Dus dat hoorde je zeg maar het geluid in stereo. En dat is echt super gaaf. Het is echt super mooi geluid. Ik denk aan keihard. Van een mini tv'tje. Nou, kom op, we moeten een beslissing nemen nu. De quarry ben ik voor. Goed. Als ik het zo zie, dan gaan we dat makkelijk redden. Gemarkt! Jump. Nou, jongens, kom op. Dat is Camilla. Spreekt niemand? Nee, wel. Ja, dat spreekt mezelf, denk ik. Waar zit er ook kijk, nog zat in? Kijk achter je. Oh, achter dat vliegtuig. Oh. Zit er nog zat in het vliegtuig, maar hè? Ja, weet ik. Quarry is van ons, hè, Jan. Kom op. De quarry is van ons. Ja, dat moet daar zo, maar er zit nog steeds een grote kans dat er nog andere gasten zijn. Bridge jump. Moet het maar een beetje forceren, hè? Wel aan het springen? Ja, ik ga eruit. Nice. Hoeveel kogels had je wel niet nodig? Niet te doen, zei Jolanda. Ja, maar ja, dat pistool, dat is echt een poppenschieter. Nou, ik denk dat we nog wel eens goed kunnen gaan nu, hoor. Even kijken meteen naar auto's en zo. Ja, ik ben ook al aan het kijken op de treinen. Oké, parachute count. Nee! Zijn er meer gasten? Gaan die verder? Die gaan verder. Die draaien af, denk ik. Kom op. Ayan, ze draaien je niet ook? Af. Ja. Ze draaien niet af. Hè? Nee, ze draaien niet af. Goed. Nou, lekker dan. Ik hang weer in de lucht boven niks. Snijd dat ding dan af. Ik hang hier gewoon mee, hè?
Shit! Nou, dit was weer dom. Dit moeten we. Oh ja, hier. Hup. Juist. Waar lopen ze? Weet ik niet, ik ga er nu op af. Ik ga er gewoon heen, Meijer. Ik ga het gewoon proberen. Ik heb verder niks. Heb je wat? Zie je ze? Allebei? Zie je ze allebei, Meijer? Ja, ze zijn hier aan het eind. Ja, ik zie ze. Wat verdorie, die kooi is van ons. Dat is helemaal dus zo limiter. Ah, damn it! Ik ga nog, die gerst is een mini. Ah, what the fuck! Ik ga echt... Hoe mis kun je schieten, hè? Ja, nee. Ik ben alweer dood, man. Ja, dood? Hij komt je halen, hij komt hier. Mooi, dank je. Top. Nice one. Zijn maatje zit daar boven met de mini. Shit. Loot hem. Hij heeft niks. Heb je nog wat? Je hebt ook een AK. Goed zeg. Oh, wat slecht dat ik die gasten niet zitten zeg. Hij zat tussen die doosjes in naar boven, jongen. Oh, wat rotstreek ook is dat. Maar heeft hij iets, zit hij nog steeds daar? Of zit hij nu mee? Ja, hij zit daar nog steeds. Nee, ik kan al niet meer kijken. Oké, dan ren ik door. Ik wou zeggen, zullen we overnieuw beginnen? Ja, tuurlijk gaan we overnieuw beginnen. Met zijn vriend, met zijn maatje is er dan nog wel, neem ik aan. Ik weet niet, ik zou gewoon eens naar boven lopen. Schoenen aan, joh. Je hebt schoenen aan. Oh, dat heb ik, ja, die heb ik waarschijnlijk in de snelheid aangetrokken. Hij heeft nu een voordeel ten opzichte van mij, hè? Ja, klopt. Ik heb hem natuurlijk een paar keer geraakt. Hier, ja. Juist! Nice. Idee! Nice! Oh, heerlijk! Nou goed, nu moet ik wel even dood, hè? Ja, ik moet wel even dood. Maar ik moet pak er geen maat ergens en ga erop liggen. Heeft hij een granaat vallig? Nee. Oh, dit is echt. Dit is heel, heel. Oh. Heel bevredigend allemaal. Heel bevredigend, zo ja. Waarom, maar nog zo. Steeds, waarom jumpen die gasten waar wij jumpen? Doe dat ja, niet. Ja, de afgelopen keer hebben we gewoon wel geluk gehad in die quarry. Ja. Zo, twee van de bastards zijn dood. En ik heb echt alleen maar een AKM. Zo kan het dus ook nog gaan, mensen. Zie? Ik kan wel wat. Kunnen wel wat, ja. Nice one. Dat ding op auto. Nice. Ook wel echt one. Een beest, hoor. Nou, een granaat. Zal er wel ergens liggen? Was de cirkel? Dat zit ik ook hartstikke buiten. Zo. No. Dit zijn, wat voor granaten zijn dat? Rookbommen? Ja, gewoon niks pakken, joh, nu, want we moeten gewoon granaten hebben. Het huis doen misschien, hè? Ik weet niet of je het huis geloot hebt. Nee, daar ben ik al geweest, Ik ben op de benedenverdieping geweest, daar heb ik die wapens gepakt. Ja. En toen ben ik weggegaan, toen ben ik naar boven gegaan. Toen ben ik naar... Medkit, ik kan mezelf gewoon even vissen. De loot is gewoon echt fantastisch hier. Ja, precies, waardeloos. Zullen we net zien. Wat weer een rookbom. Ja. Spring van het gebouw af, doe iets. Ik ga het gebouw af. Hup, en kan ik nog verder omhoog? Ja, hier. Ja, dat is niet... Nou, dat is nou, een beetje pijn. Niet slecht maar, gedaan, hoor. Maar om nou, zeg maar, dat de hele tijd te doen. Is hier niet een vervoersmiddel dat ik mezelf even weg kan... kapot kan rijden? Doe me gewoon even een granaat. En een energie. Haha, ik vind het, dit was wel mooi, Meijer. Dit was, ja, dit was mooi. Hè. Ik heb toch gewoon mooi. Het mooiste. Ik moet kijken of ik kogels ik over heb. Kun je het zien? Ja. 1. Ja. Ga erop af. Schieten. Schiet ze. Arjan, nok die gasten nou ook. Ga er gewoon met 1 kogel iedereen neerzien. Ja. Al heb je er maar 1. Iemand van de berg aflopen, zie je dat? Daar maakt zorgen, hoi. Hoi, zeg je hoi. Hoi!
Ja, nog wel eentje, zag je het? Wat een drukte, joh. Ik denk, als ik munitie had gehad, dan had ik ze nog makkelijk kunnen killen. Ja, had je nog best die ene die bij de deur stond, had je ik had niks plaatsen, meer. Inderdaad. Ik had niks meer. Goed, exit to lobby. Kijk, die schiet je... Oh nee, hij koopt nog. Wat slecht. Dit was leuk. Oh, hier, nice man. Hoppakee. Heb je al 10.000 bp's? Kun je al kratjes gaan doen? Weet niet. Ik zou gewoon zo meteen even bij de afsluiting doen hoor. Gewoon eens even kratjes pompen. Ik heb er 9300. Daarom. Wat hoog tijd. Het wordt ook hoog tijd dat we gewoon even kunnen looten en even kunnen doorlopen. Kleding. Zo, de mythe zei. Wat leuk was dit. Maar dit is ook gewoon wat daardoor schrik ik ook al. Als gewoon gasten. Ah, mist. Recht. Wou je mist hebben? Ja, kan wel toch? Of is het mist? Is het mist? Ja, het is mist, hè? Maar als een gast recht op mij afloopt met wapens, zeg maar, en ik ben net begonnen of ik ben nog zooi aan het oppakken, dan raak ik helemaal gedesoriënteerd. Dus dan overrompelen ze je bijna een beetje. Ja, het is voor hun net zo, hè? Ja, precies. Maar wat raar dat ze toch allemaal jumpen waar we steeds jumpen. Dat blijft... Nou ja, met 100 man is dat natuurlijk niet gek. De mensen springen overal. Het zijn al ietsje minder nu. 86. Kijk, op het moment dat wij zeg maar een rustige plek zoeken. Dat kunnen we ook. We kunnen ook gewoon naar een paar huizen gaan. We kunnen het weer doen, hè? We kunnen gewoon weer quarry pakken nu, hoor. Nee, dat kan niet. Of wel? Nou... Jawel, kan wel. Dan laten we maar doen. Laten we maar gewoon weer doen. Beetje terrein wat we nu wel kennen. We moeten genoeg blijven zitten om door te gaan naar de hospital. Komt nu langs alle hotspots. Milta, Military Base, ja. Hospital, Pochinki, Ruins, Rostock. Je kunt echt alle kanten op, Georgiapol. Ja, je kunt echt alles doen hier. Ja. Dit is een prima ritje dit. Oké, ik ga eruit. Ik zie nog een gast naast mij springen trouwens. Ja, ik zie ook een gast naast jou springen. Dus dat betekent dat er twee gasten zijn, hè? Mm-hmm. Het lijkt wel naarmate we dichter bij de wereld komen dat slechter zichtbaar wordt dan wanneer je er ver boven zit. Ja. Gaan we de quarry redden? Gaan we de quarry redden? Gaan we de quarry redden? Of gaan we het niet redden? Ja. Ik ga hem shooten hoor. Hoppakee. Ja, daar red je makkelijk van. Oh, je bent al heel ver, joh. Ik weet alleen niet of we de enige zijn. Ik zit nog hoog, ik kan er nog wel een beetje zien, maar... Ik heb geen idee of ik op de quarry af ga nu. Ik ga op jouw markertje af een beetje, zo. Ja, ja, hier is die... Oh, ik ben wat ver. Oh, ja. Kijk eens aan, jongens. Nou, er staat hier geen vervoersmiddel, maar dat is wel goed om te weten. Oké, het huis. Let's go hunting. Tommy gun. Ja, dat is in ieder geval beter dan niks. 4 keer scope. Nog gasten zien vallen? Nee, ja, die gasten die aan het begin toen worden net uitsprongen. Toen zag ik gasten. Ligt hier op de tafel ligt een M416. Oeh, nice. Met één pak. Heb je dat al? Nee. Had jij het? Ja, had jij al een wapen? Ja, ik heb al een wapen, ja. Had je deze schuurtjes al gehad aan deze kant? Ja, ik heb alles al gehad. Oh, ik dacht dat ik deze kant pakte altijd. Ik zie dat jij deze ook pakte. Ik dacht dat jij linksom ging en ik rechtsom.
Heb je die nee, ik heb tafels niet gepakt. Terug. Maar pak je altijd die schuurtjes daar links? Ja, dat, daar begin ik. Oh, ik ga er ook altijd in, joh. Hoeft niet. Nee, dat blijft. Nou, ik ga het hierboven even proberen. Nee, ik ga eerst maar eens even doorlopen. Ah, qua cirkel zitten we weer heel beroerd mee, hè? Zo, de knetter heen. Nou, military vest. Dat is alweer. Oh, lekker. Oké. Ik heb nog geen. Nou, er is allemaal niet heel veel soep zie nog. Nee, het is niet dat je zegt van. Tol! Ganz tol! Oh ja, want ik heb in ieder geval een wapen. Heb je geen vest? Nee. Ja, dat heb ik dan nog wel geluk mee gehad. Kom op joh, spring nou man. Twee minuten. Ik denk dat we zo moeten gaan lopen, anders wordt het weer een drama. Juist. Een wetje. Dan moet ik nu naar boven gaan, want... Hé, hey, de deur staat open hier zo. Kan dat nou? Ben jij hier helemaal aan het eind geweest? Dat zou kunnen. Ik ben wel een eindje geweest, ja. Hé, kom op. Go, go, go! Shit, nou, we moeten naar een eind ook. Of niet? Ja, we moeten vervoer... Als we nu geen vervoer vinden... Dit is zonder vervoer heel, heel lastig, denk ik. Nou ja, dan is dat als het... We hebben nog 1 minuut nu te rennen. Ik ben al helemaal bovenaan nu. Nou, dan ben je al verder dan ik. Ik weet niet hoe ik... Ik kom even in één keer niet meer bovenop daar. Ik ben al in search of a vest. Ik sla gewoon een heel stuk over nu. Kom op joh, normaal gesproken liggen die vestjes overal. Ik loop door hoor, ik laat de rest maar gewoon gaan voor wat het is. We moeten toch iets vinden om, om mee te rijden. Ik zie links een weg. Oh, dat was ik per ongeluk, sorry hoor, schrik niet. Ik ga richting de weg. Ik berg mijn wapen op. Goed, ik kom jouw kant op. En ik hoop dat we het gaan redden. Dat we iets vinden. Het is toch eens mist, hè? Oh, ik lig. Ja, je mist, niet, maar je ziet ook helemaal niks. Als je niet vlak langs loopt, dan vind je het gewoon niet. Ik ben ook zo ver weg. Ja. Nou ja, wie weet vinden we nog een. Ja, ja. Ik loop nu op een weg af, zeg maar. Ik bedoel, ik richt me nu toch een beetje op die asfaltweggetjes. Dat is de grootste kans om iets te vinden om mee te rijden. Zou jammer vinden. Zo ja. Jammer. Zou jammer zijn, dat klopt. Oh, blauw starten. Ach, verschrikkelijk. Ja. Dat daar is een wrak. We gaan hier even langs omhoog zo. En hopelijk staat hier wat aan de weg of iets in de buurt. Een bosje. Oh man. Ik werk geen hand voor ogen hoor. Hé, ik heb een jeep volgens mij. Ja? Please, Lord. Ja, dat ziet er wel zo uit. Mark hem even, want ik... Oké. Ja, ik zie jouw stuurtje nu. Oké, ik loop naar de weg toe.
Ja, stoppen, stoppen daar. Ja, kijk uit, hier ben ik. Stop maar, stop maar, stop. Mijn god zeg. Let's go. Ik zie geen hand van hoog hier trouwens hoor. I know. Cirkel vlak achter de cirkel nadert ons nu. Ja, maar water, gaan nu nog water over of zo. Ik kan er helemaal niks van maken, hè? Oh, gewoon recht. Nee, we hoeven geen water over. Oh, is wel die gul van, noem je dat? Kafka, die gul. Dan moet ik wel even oppassen. Ik kan niet inlazen. Ja, nu rechtdoor blijven. Ik kijk op de map, hoor. Ik kijk ik zit op de minimap een beetje te kijken. Zie je? Ja. En nu kun je weer rechtsaf zo meteen. Ja, hier kunnen we weer rechtsaf zo. Oh. Nee, dat gaan we redden, joh. Ja, dat gaan we ook redden. Kijk, daar valt het krat ook gewoon voor je neus. Voor je neus. Net waar we net waren, of? Nee, gewoon nu, voor je neus. Drop, je ziet de parachute nu nog. Nu niet meer. Ja, nu nog net een beetje. Oh, we gaan recht op de dead zone af nu. Oh ja, ik zie het. Ja. Ja, we moeten wel, want we moeten... Oh, kijk uit. Ja, nice. Kijk dan. Kratjes. Misschien ziet niemand hem, hè? Is die van ons? Is dat hier? Nee, nog verder weg. Nog verder weg, joh. Ga, want je zit nog niet in de cirkel. Ik zie het. Iets naar links, iets naar rechts, iets naar rechts. Dat is die cirkel dan? Moet het nog een keer naar links? Ja, links. Daar is de cirkel, en nu... komen we toch een beetje... Wow. Ja, hier is het krat ook ergens gevallen, hoor. Ja, ik hoop verder wel. Het beste is, je ziet hier ook gewoon natuurlijk niets. Je ziet geen hand. Even stoppen? Ja, we moeten even ergens stoppen waar je gewoon hier stoppen. Het is een school, man. Ja, kijk maar dit is een school. Ja, daarom. Ja, daarom. Wat een happy place dit, hè. Zal die gebouwen erachter wel even bekijken. Hier links. Best wel brandstof. Oh, een buggy is hier met de lamp aan. Oh, Arjan. Oh. Ik vraag erom, hè. Hij gaat gewoon alsnog. Okay. Ja, maar het is mistig. Toch? Die zijn de deur allemaal nog dicht, of niet? Ja. Oh, ik hoor wel wat kogels vliegen nu. Nee, de deur zijn niet dicht. Kom maar, ga door. Moet gewoon water, hè. Nee, het is allemaal water, ja. Hier zijn de deuren dicht. Oh, ja, ik hoor het. Koekenpan! Hier, vest boven. Ja, ik heb al een vest. Oh. Ja, die gasten gaan hier stoppen, denk ik, of niet? Oh, zo klonk het even. Ah, het gaat denk ik richting Stalber misschien wel. Hé, hey, ga nog een trap omhoog. Ja, daar ben ik al geweest, joh. Kijk. Ja, ik hoor Let's het. Let's join the action. Oh, het komt wel heel dichtbij weer, hoor je dat? Ik ga stoppen hier. Niet meer bewegen zo meteen. Help me, ik zit op de trap, hè? Ik zit nu net buiten de cirkel, maar ja. Ik zie het. Ja, en nu? Weet ik veel.
Ik voel me nu opgejaagd, jongen. Ja, ze denken natuurlijk, die gasten van die jeep, die willen dat ding wel weer een keer ophalen. Ik zie ze. Waar? Waar zie je ze? Waar? Waar? Het is een Lada en hij zat hierboven. Zit in die barn hierboven. Oh, oké. Okay. Boven, sorry, op Noordwest. Dus het is voor ons, volgens mij, redelijk veilig om... Ben je beneden al? Ik ben al beneden. Ik zit er in de jeep. Ga je er doorheen? Dan moeten die brug over, hè? Ja, maar ik zat denk ik geest Rosjak door. Oh, dat is ja, op ons. Ja, dat is op ons. Shit, vang je. Oh, nee, toch. Hij gaat over de mountains, ja. Ik zou nu wel een bochtje gaan maken, hoor. Want je gaat de blauwe cirkel in nu, hè? Weet ik. Okay, maar komt okay. Goed, jongen, komt goed. Man. Goed dat jij veel burn-out hebt gespeeld, want anders dan was het nooit tot z'n recht gekomen. Hier is de school. Ja, rechts langs de school. Gaan we even de rest oh, links mag ook, jongen, links mag. Als we links gaan, dan nu moet je wel even met jouw marker naar de brug loodsen, want ik denk dat we de brug over moeten. Naar de brug? Je moet gewoon naar blauw gaan nog steeds. Okay. En dan Jas naar Polanja, dat is mijn gele marker. Dat is gewoon midden in de stad. Dus we hoeven geen brug meer over nu. Buggy. En nu? Lekker langs de... Ja. Ga maar door naar geel een stukje. En dan cross country. Oké. Is dat beter op ons geschoten of... Moeten we niet een keer uitstappen? Ja, laten we hier maar. Geel, rechts naast je, die huisjes. Wil je eens proberen? Deur staan open, ja. Linksaf. Alles staat open hier. Dus? Oeh, ja. Kunnen we dan maar gewoon proberen hel in de stad te zoeken? Rechts van je is de city. Gele marker. In ieder geval, als we nu doodgaan, hebben we in ieder geval nog even lekker een eindje gereden. Ja, dan zijn we in ieder geval wat langer in leven gebleven. Hier staat ook iets. Nou, maar dat is niks. En de huizen zijn hier dicht. Piep. Niet dat er echt wat licht of zo. Hè? Nou, Meijer, dit was toch wel weer dat je zegt van zo. Hè? Dit is wel een mooi puntje, dit. We zitten wel mooi zo aan het water. Ik bedoel, als er... Hoeft... In principe hoef je hier niet weg. Heb je het andere huis al gehad? Ja, hè? Ja, tuurlijk. Nou, gaan we gewoon door. Gaan we door? Ja, waarom niet? Omdat we centraal zitten nog. Heb je nog wat spulletjes? Zullen eens kijken wat die cirkel doet? Extensions of zo? Iets? Extended mags of wat dan ook? Ja, voor een pistool heb ik alleen nog wat. Heb je nog bullets voor mij? 12, 5 en een... Ik heb er 30. Die heb je ook nodig? Ik heb er 30, ja. Ik weet niet of jij hoeveel er hebt. Hoeveel AKM bullets heb je dan? 70. Daar heb ik nog 15 voor. Extra. Oké, dus dan doe ik jou eventjes 80, 90, 45. Ook gewoon heb je, even kijken. Heb ik, zeg ik dat nou goed? Nee, die moet je zelf houden, die AKM. Ja, dat zeg ik helemaal niet goed. Ik zeg het wel, maar ik zeg het helemaal niet goed. Ik zie. De cirkel, wat is hij aan het doen? We zitten er nog hartstikke mooi in. Ik zeg... Chill. Wat vind jij? Of hou je er even uit? We kunnen wel zeg maar buiten de huizen blijven op zich. Ja.
Dat huisje daar ligt net iets hoger, zie je dat? Ja. Maar dat dacht je het andere team ook. Nou, lichtkring. Hier ligt nog 5,56. Oh, nice. Can I get some 5,56 dan? Ik heb nu 60 kogels daarvoor. Oké. En jij? Ook. Oké. Oh, hoor je dit? Deur dicht doen? Nee, niet deur dicht doen. Gewoon even hier in de hoek. Even die gasten opwachten. Ja, komen ze hierheen? Ja, weet ik niet. Ik heb wel dichtbij. Robert zegt succes, Arjan. Ik moet oppassen. Ja. Het weekend. Ze komen hier naar binnen, joh. Aan jouw kant? Ik denk het wel. Ik hoor jou lopen, Meijer. Ja, sorry. Komen zo hier, denk ik hoor. Dat ding op stationair, die wagen van ze. Dat zijn hun die aan het schieten zijn, ja, hè? Ja, ja. Het heeft gesneeuwd, zegt Jolanda. Daar. Het blijft niet liggen. Bij Arnhem, zegt Jan, zeker 25 centimeter. Ik zou dus morgen naar Centro, naar Oberhausen en Essen, naar de kerstmarkt. Dat ga ik echt niet doen. Ik heb geen death wish. Ik ga niet met dit weer 200 kilometer rijden in de C1 over de U-baan. Oh, was jij dat? Nee, zeker. Oeps. Nee, nee. Nee. Komen ze eraan? Het klonk alsof er een granaat of een gehuls op. Nee, ik dan huls, dat ben ik, ja. Ik ben met een shotgun aan het laden. Kijk nou uit. Het is nog wel heel stil hoor. Ik denk alleen wel dat ze in de buurt zijn. Kijk wat de cirkel gaat doen. Misschien moeten we zo weg. De cirkel. Oeh! Oh, we moeten echt weg. Hij moet ook nu weg, denk ik. Hey! Oh ja, kort. Zit in een bootje, die gasten. Oeh, ik heb zin om die gasten te schieten, man. Ze zijn nu al weg. Ja, inderdaad, ik zie niks meer. Kom, we gaan rennen. Wie weet ziet niemand ons. Ik denk dat we zo neergehaald worden, hoor. Famous last words, hè, dit hier. Gewoon jump the fence hier zo. Mm-hmm. Oh! Oh jee, maar waar vandaan? Waar vandaan gebeurt dit? Maar leef jij nog? Ja, ja, ik leef nog. Dat is mooi. Staat die boot of niet? Nee joh, ik heb geen idee waar vandaan. Echt niet. Ik hoop dat jij het nog even volhoudt. Kijk nog even met jou mee. Ik vind het goed. Ik heb geen idee waar ze zijn. Voor mij is het goed voor vanavond. Ja, ik heb ook geen idee waar vandaan kwam. Nee, je moet wel door. Oh god! Oh, dat ging heel snel. Waarmee? Met een M16A4. Maar waar vandaan? Hoe er doorheen dan? Door die hooibalen? Oh nee, hier, nee, daar staat hij. Oh, maar er zijn nog meerdere teams, zie? Ja. Nou, het is voor heel veel gasten nu heel snel afgelopen hier. Nou, die is een goede dag, die gozer die er rondloopt. Goed. Lieve mensen. Ja. Het was het was weer leuk vanavond. Het had wel beter gekund, maar ik heb op zich. Wat vind jij ervan, Meijer? Ik denk dat we hem toch wel kunnen bewaren, toch?
We kunnen hem wel bewaren, deze, ja. Deze kijkt wel aardig weg, denk ik. Ondanks al het geklooi. Ondanks al het geklooi. Anyway, fijne avond, fijn weekend. Slaap lekker als je zover bent. En heel graag tot de volgende keer. Ciao, ciao. Doeg.